Goedemorgen, dan gaan we verder met het tweede blok. Hartelijk welkom mevrouw Kuipers en meneer Van Eyck en meneer Vermette via de digitale verbinding. Voor degene die nu inschakelt, we beginnen met 5 minuten van uw zijde om een inleiding te geven. En dan geef ik de leden de gelegenheid om vragen te stellen. Aan de zijde van de Kamer hebben we meneer Sneller van D66, mevrouw Van Heel van VVD, mevrouw Ellemeet van GroenLinks, mevrouw Den Haan van Goud, fractie Den Haan moet ik zeggen, volgens mij, en meneer Van Houweling van Forum voor Democratie en mevrouw Maaier van de PVV. Maar ik denk dat ik begin met mevrouw Kuipers het woord te geven, of had u liever een andere volgorde? Of eerst meneer Vermette, dat is misschien makkelijker. Ja, meneer Vermette, als u mij hoort tenminste. Ja, gelukkig. Dank u. Kunt u mij ook horen? En wij horen u ook, dus gaat uw gang. Nou, allereerst dank dat ik van deze locatie tot u mag spreken. Ik was niet in de gelegenheid om live aanwezig te zijn. Ik bevind me op dit moment in Srebrenica, waar ik in verband met het project wat commissie Boslab heeft ingesteld om veteranen van Dutch Battery in de gelegenheid te stellen om een terugreis te maken naar Srebrenica te gaan. En ik ben daar bij aangesloten. Dus fijn dat ik op deze manier even tot u kan spreken. En fijn dat er zoveel belangstelling is voor dit volgens mij enorm belangrijke onderwerp van psychedelica in de geneeskunde en in de GGZ/psychiatrie. Ik spreek tot u als oud-militair, als psychiater en als hoogleraar aan het LUMC verbonden. En ik heb 20 jaar gewerkt met veteranen met een uitzendingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis. En ik merk in mijn praktijk, en dat is eigenlijk de aankeiler voor dit gesprek, denk ik ook met de andere leden en collega's, dat vanuit mijn perspectief er een enorme behoefte is aan vernieuwing en verbetering van de zorg. En met name de farmacotherapeutische zorg voor de posttraumatische stressstoornis. We merken dat als wij kijken naar de behandeling van de posttraumatische stressstoornis bij veteranen, dat er een hele mooie zorg is, een goed geïnstitutionaliseerd systeem, maar dat het vaak zo is dat de effectiviteit van de interventies achterblijft. En ik zeg dat tegen het besef dat er, en dat is de reden waarom we nu bij elkaar zitten, dat er een aantal compounds zijn, in het bijzonder MDMA, wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het heel goed doet. Om het dan maar even kort door de bocht te zeggen, bij de behandeling van PTSD. Niet alleen de MDMA, maar de MDMA ingebed in een context van psychotherapie. Uit onderzoek is gebleken, 6 kleine randomized controlled trials, dat er een heel mooi signaal is waarop mensen echt de verbetering ingaan. En daar ligt een moreel appel om vervolgens te kijken of dat middel ingezet kan worden in een bredere context. En zoals u misschien hebt gelezen in de point papers die gedeeld zijn wellicht met u, is er op dit moment een grote fase 3 trial in Amerika gaande om MDMA geregistreerd te krijgen voor de behandeling van PTSD. Niet alleen bij militairen of bij veteranen, maar in de bevolking at large. Nederland doet daaraan mee en dat zal misschien in de discussie ook nog een gelegenheid zijn om daar nader op in te gaan. Om te kijken of dat er voldoende data zijn om ook aan de EMA over te dragen om ook MDMA voor de behandeling van PTSD in Europa en ook in Nederland geregistreerd te krijgen. MDMA is een heel veilig middel, is een prettig middel om mee te werken. Maar we kennen het discours van 20, 30 jaar geleden waarin dat als onveilig wordt bestempeld. Het recreatief gebruik, dat draagt daar niet echt toe bij om het de branding als een geneesmiddel goed tot zijn recht te laten komen. Maar ik spreek tot u eigenlijk als psychiater juist om dat discours rondom MDMA ook te helpen te normaliseren. En om bij te dragen aan een kennisdomein waarin we eigenlijk kunnen groeien naar een nieuwe branding van MDMA als geneesmiddel voor de behandeling niet alleen wellicht van PTSD, maar zoals u ziet straks ook van andere psychedelica, dat dit transdiagnostische compounds zijn die voor meerdere stoornissen mogelijk inzetbaar zijn. Misschien is dat even in het heel kort, meneer de voorzitter, even een korte inleiding. Ik kan nog wat nader uiteenzetten als u me gelegenheid geeft, maar dat kan misschien ook in de gelegenheid voor in de discussie met de leden aan tafel. Ja, dank u wel, meneer Vermette. Ja, tijd is altijd een issue hier in huis. Dus ik wou eerst, als u het goed vindt, het woord geven aan mevrouw Kuipers. En daarna aan meneer Van Elk. Ik zal niet meer de fout maken om de L's en I te zien. Mevrouw Kuipers.
dank u wel voor de uitnodiging. Ik heb iets kort voorbereid wat ik ook graag wil voorlezen. En dan natuurlijk zijn we open voor vragen. Dus mijn naam is Kim Kuipers en ik ben verbonden aan de Universiteit Maastricht als universitair hoofddocent. Daar doe ik al 20 jaar onderzoek met stoffen zoals MDMA, psilocybine en LSD. En ik heb onder andere aangetoond dat deze stoffen empathie, positieve gemoedstoestand, welzijn en cognitieve flexibiliteit kunnen verhogen bij gezonde proefpersonen. Dit onderzoek geeft aanwijzingen voor welke mentale stoornissen deze middelen behulpzaam kunnen zijn, zoals depressie, angststoornissen en obsessief-compulsieve stoornissen, om er maar enkele te noemen. Wij weten dat deze stoffen gebruikt worden op eigen initiatief en wij vroegen ons af of mensen dit ook als zelfmedicatie gebruiken voor hun mentale stoornissen. Vandaar dat we recent vragenlijstonderzoek hebben gedaan en hebben aangetoond dat het inderdaad zo is en dat deze mensen de stof ook als effectiever beoordelen dan hun conventionele medicatie wat ze voorgeschreven krijgen. Ook krijg ik herhaaldelijk e-mails van mensen die lijden aan bepaalde stoornissen. En ik denk dat jullie er enkele hebben gehoord deze ochtend. En zij zijn op zoek naar therapie met psychedelica, omdat ze dat als hun laatste redmiddel zien. Grootschalig onderzoek in patiëntenpopulaties is nu nodig als laatste stap in de goedkeuring van deze middelen als therapeutische middelen. En vandaar ook mijn oproep om overheidsgeld beschikbaar te maken, zodat we de nodige stappen kunnen nemen om deze middelen in de gezondheidszorg te krijgen. Ik denk dat angst voor de mogelijk negatieve effecten van onbekende stoffen een grote rem geweest is op dit onderzoek in het verleden, terwijl dit onterecht was. Want we weten dat deze middelen relatief veilig zijn en de juiste informatie verstrekken is hier van cruciaal belang. En dat is ook de reden waarom dat ik de huidige wetenschappelijke kennis gebundeld heb in een boek. Hiermee wil ik graag op een gebalanceerde manier informatie verstrekken aan de algemene bevolking. Ik hoop dan ook dat mijn inschatting dat over 5 tot 10 jaar deze middelen beschikbaar zijn voor mensen met mentaal lijden correct is. En wanneer we onze krachten bundelen, en dan bedoel ik onderzoekers en de overheid, dan zal dit ook realiteit zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Meneer Van Elk. Ja. Goedemorgen, dank u wel ook voor de uitnodiging. Mijn naam is Michiel Van Elk. Ik werk als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. En mijn achtergrond is in de cognitieve psychologie en de neurowetenschap. We hebben al een aantal psychedelica voorbij horen komen vanmorgen. Het gaat om middelen zoals psilocybine, LSD, MDMA en ketamine. En dat zijn ook de middelen waar momenteel het meeste onderzoek naar gedaan wordt. Hoe werken die middelen nou precies? Wat gebeurt er? Nou, van de klassieke psychedelica zoals psilocybine en LSD weten we dat het primair werkt op de zogenaamde serotonine-receptor in het brein. En dat vervolgens een proces veroorzaakt waardoor de plasticiteit van het brein toeneemt. En ketamine heeft ook dat effect. Dus het verhoogt de potentie van het brein om nieuwe verbindingen te vormen. En daarvan wordt vermoed dat dat een van de werkingsmechanismen is waardoor psychedelica positief zouden kunnen uitpakken voor mensen die bijvoorbeeld depressief zijn of last hebben van angststoornissen. Van MDMA is bekend dat het ook zorgt voor een sterke toename van serotonine en ook oxytocine verhoogt. Dus dat veroorzaakt weer dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en makkelijker bij hun emoties of hun trauma's kunnen komen. Maar als je iets meer uitzoomt, dan kun je kijken van wat gebeurt er nou op breinniveau onder de invloed van psychedelica. En er zijn verschillende theorieën over hoe dat werkt. Een van de theorieën is van nou, psychedelica die zorgen ervoor dat de informatie wat minder door een filter komt. Dat alle informatie uit de buitenwereld en ook vanuit ons lichaam minder gefilterd wordt. Maar een andere theorie die eigenlijk veel aandacht heeft gekregen, stelt dat psychedelica primair werken door de voorspellingen die ons brein maakt te onderdrukken. Dus normaal gesproken nemen we de wereld waar door de bril van de voorspellingen die ons brein maakt en psychedelica onderdrukken die voorspellingen. En dat zou kunnen verklaren waarom met name die klassieke psychedelica zo breed toegepast lijkt te kunnen worden voor een breed scala aan aandoeningen. Want als er één ding is wat die verschillende aandoeningen gemeenschappelijk hebben, dan is het rigiditeit. In het denken, in het handelen, we hoorden het al eerder, vastzitten in bepaalde patronen. Niet uit de loop kunnen komen. En psychedelica die zouden patiënten kunnen helpen om die rigiditeit te doorbreken. En daar worden ook de toepassingen voor gevonden. Er zijn steeds meer klinische studies, randomized controlled trials, van verschillende onderzoeksgroepen over de wereld die evidentie laten zien dat psychedelica goed lijken te helpen. En de sterkste evidentie is er momenteel voor inderdaad posttraumatische stressstoornis, de behandeling met MDMA. En voor aandoeningen zoals depressie, angststoornissen en verslaving. Daar wordt momenteel het meeste onderzoek naar gedaan. En die eerste resultaten lijken veelbelovend. Maar er is meer onderzoek nodig. Want het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen.
Een van de beperkingen is bijvoorbeeld dat deelnemers snel doorhebben of ze een middel gekregen hebben of dat ze een placebo gekregen hebben. Een andere beperking is de steekproefgroottes. Veel van het onderzoek is nog aan de kleine kant, waardoor het niet duidelijk is of het generaliseert. En het is goed om te benadrukken dat deze problemen niet uniek zijn voor psychedelica. Deze problemen zien we ook in allerlei andere toepassingen, maar ze moeten wel opgelost worden om uit te zoeken van werken psychedelica en voor welke patiëntengroepen zouden ze met name goed werken. Dan zijn er nog een aantal uitdagingen die psychedelica misschien nog wel toch uniek maken ten opzichte van andere medische interventies. En dat heeft met name te maken met de begrippen set en setting. En set gaat er met name over de verwachtingen van de deelnemer, de verwachtingen van de patiënt, de algehele mentale toestand. En setting is dan meer de algehele context waarin iemand zit. En bij elk farmaceutisch middel spelen verwachtingen een rol. Zeg maar, als een psychiater een antidepressivum voorschrijft, heeft wat de psychiater daarover vertelt invloed op hoe de patiënt reageert. Maar bij psychedelica is die rol van de therapeut en de context echt nog vele malen groter, omdat psychedelica de suggestibiliteit beïnvloeden. Dus ze maken mensen nog vatbaarder voor wat er gebeurt in de omgeving. En daarom is het belangrijk om bij het nadenken over deze middelen ook heel erg stil te staan bij hoe worden ze ingebed. Het is niet alleen maar een medicijn op zich, maar het is altijd onderdeel van een therapeutisch proces. En als ik even extrapoleer en zeg maar de bevindingen houden stand zoals we die nu zien in de klinische trials, dan kan ik me heel goed voorstellen dat psychedelica uiteindelijk een tool gaan vormen in de gereedschapskist van de psychiaters en de psychologen. Naast allerlei andere interventies, maar dat bepaalde patiëntengroepen daar baat bij kunnen hebben. En om dat uit te zoeken is meer een grootschalig onderzoek nodig. Waarbij dus ook de training van therapeuten centraal staat. Mensen die dat goed kunnen begeleiden en in goede banen kunnen leiden. En grootschalige studies die niet alleen betaald worden door de farmaceutische industrie, maar ook onafhankelijk onderzoek om uit te zoeken van voor wie werkt het nou precies? Welke patiëntengroepen hebben hier nou specifiek belang bij? Hartelijk dank, meneer Van Elk. U alle drie, hartelijk dank. En dan geef ik snel het woord aan meneer Sneller om een vraag te stellen. Dank u wel. Een vraag voor mevrouw Kuipers. Naast meer geld, wat kan de politiek doen om de wetenschappelijke onderzoeken te helpen, te bespoedigen, et cetera? Ja, wij onderzoekers vragen altijd geld, maar dat komt omdat dit onderzoek zo ontzettend duur is. Wat de politiek kan doen, ik denk zorgen dat de overheid geld beschikbaar maakt. Ik moet zeggen, ik weet niet juist hoe dat mechanisme werkt, maar dat wij toch met alle centra in Nederland een pot kunnen delen waar we gemeenschappelijk onderzoek van kunnen doen. Dus ik weet niet hoe het mechanisme werkt, maar ja. Meneer Van Elk, ja hoor, gaat u gaan. Als ik daar ook op mag reageren, ik denk dat een van de andere dingen is waar we al over na kunnen denken, voorlichting geven. We hoorden al eerder dat mensen zelf gaan experimenteren met psychedelica, omdat ze de verhalen horen in de media. Dat is potentieel een gevaar. En daarom is voorlichting cruciaal van, MDMA gebruiken in een therapeutische context is niet hetzelfde als MDMA gebruiken in je eigen huiskamer of op een feestje. Dus dat is denk ik belangrijk. Daarnaast is het denk ik ook belangrijk om alvast na te denken over de vraag, hoe kunnen we zorgen voor een infrastructuur, van als we dit willen gaan toepassen, hoe zorgen we ervoor dat we dit kunnen doen? Wat zijn de ruimtes die we daarvoor willen gebruiken? En hoe kunnen we bijvoorbeeld therapeuten gaan opleiden om zeg maar, de hele grote groep patiënten die momenteel niet goed reageert op bestaande therapievormen, om die in de toekomst te kunnen behandelen? Want dat vraagt nogal wat van de therapeuten die bij die sessies betrokken zijn. Dank u wel. Meneer Van Metten, wilt u nog iets toevoegen, Daan? Ja, graag. Kort, ik merk de laatste maanden, iets langer misschien, dat er veel druk is. Omdat er veel populariteit is rondom het geneeskundig gebruik van psychedelica. En dat er toenemend op ons als zorgverleners druk wordt gezet om die middelen ergens toepasbaar te laten zijn. En ik merk dat er veel druk is bij patiënten die dit horen en een soort verwachtingsmanagement hebben. Waar kan ik nou heen? Een soort van last resort. En dan zie je eigenlijk een soort ongecontroleerde illegale praktijken ontstaan, waar ik dan ook, merk ik, mijn zorgen over heb, hoe dat allemaal gaat. En er is veel druk, omdat er in de media best wel veel goed nieuws over deze middelen wordt gezet. Dus ik denk beleidsmakers kunnen helpen om dat discours op een of andere manier samen met elkaar, met ons, een betere kleur te geven en om mensen ook op een goede manier voor te lichten dat potentieel ook, ik wil het niet dramatischer maken, maar wel gevaren met zich mee kan meebrengen. Dank u wel. Mevrouw Van Heel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de verhalen. Een beetje een vraag, misschien down to earth. Is er bij onderzoek ook gebruik gemaakt van functionele MRI's? Want dat zijn natuurlijk wel, ik denk, de buitenwereld ziet altijd graag bewijzen. En wat ik hier hoor is natuurlijk heel ingewikkeld met van, ja, het is gevoelens bij de patiënt, wat doet dat? Maar een functionele MRI kan, denk ik, ondersteunen om de hersenactiviteit te laten zien. Nou, ik weet niet aan wie ik dat moet stellen, maar... Ik zie iedereen knikken, dus ik denk dat iedereen even wil antwoorden. Maar eerst meneer Van Elk, ja, gaat gaan. Ik kan daarop reageren. Dus zeer veel onderzoek gedaan met fMRI. En een van die theorieën die ik net noemde, van dat het brein minder bezig is om voortdurend te voorspellen, is voortgekomen uit fMRI-onderzoek. Dus er wordt grootschalig onderzoek gedaan, ook bij patiënten, om te kijken van wat zijn de netwerken die veranderen onder invloed van psychedelica. Dus dat is juist ook ter onderbouwing van voorbij alleen maar de verhalen die mensen daarover vertellen en de scores op vragenlijsten en klinische interviews, maar ook kunnen we aantoonbaar aanwijzen in het brein, in de biologie, dat er veranderingen optreden die een voordeel opleveren voor de mentale gezondheid. Ja, meneer Vermetten, nog iets toevoegen? Ja, ja, er zijn eigenlijk twee, heel kort hoor, twee soorten van functionele neuroimaging. Je kunt functionele neuroimaging doen om te begrijpen wat er gebeurt tijdens de psychedelische ervaring. Wat wij meestal doen met onderzoek is voor en na een interventie. Dus je hebt iets over het brein en de toestand van het brein en hoe het reageert voor de interventie. En dan kijk je of dat er een verandering is in de wijze waarop het brein zich organiseert na de interventie. Dat soort functionele neuroimaging studies die zijn onderweg om te begrijpen wat nou het verschil is. En dat gaat voorbij aan de subjectieve zelfervaring, maar om te kijken of het neuronale circuit waarin de psychopathologie ingebed is ook verandert. En die studies, wij doen daar zelf ook aan mee in Leiden, samen met Centrum 45, om dat signaal beter in de vingers te krijgen. En bij PTSD als stoornis weten we best wel goed hoe het brein reageert. Dus we proberen daar ook kennis mee te krijgen van, zien we nou ook dat dat signaal verandert na een interventie en dat dat ook beklijft op de langere termijn. Dus ik vind het een hele goede vraag. Dank u wel. Heel kort. Ja, dank je wel, helder. En tijdens het gebruik, want ik denk dat dat ingewikkelder is, maar wordt dat ook al gedaan of... Nou ja, anders hebben we daar achteraf misschien nog eens even contact over. Ik ben er wel geïnteresseerd in. Ja, heel kort misschien. Er is een hele grote onderzoeksgroep. En ik noem de naam even Robin Carrot-Harris. Die zat in Londen en die zit nu in San Francisco. Heeft een hele grote onderzoeksgroep aan zich verbonden. Of daar is hij in ingebed. En die doet met name daarin onderzoek. En hij ontwikkelt ook ideeën over hoe de neuronale informatieverwerking in het brein, zoals Michiel van Elk ook zegt, zich organiseert. En dat is een fantastische manier om beter kennis te krijgen over functionele conductiviteit. Die ook, zoals Michiel van Elk zegt, ook de voorspelling over hoe de werkelijkheid zich manifesteert op een andere manier zichzelf doet uiten. Ja, ik wou nog gewoon kort even toevoegen. Functionele imaging is heel belangrijk, heel interessant. Maar waar wij ook altijd naar kijken, andere mensen ook, zijn markers in het bloed. En er is onder andere ook aangetoond dat neuroplasticiteit toeneemt. Wat onder andere in ketamineonderzoek is getoond, dat dat samenhangt met dus, verhoging van neuroplasticiteit en verbetering van symptomen, dus verdwijnen van symptomen. En we weten ook dat bijvoorbeeld in depressie die neuroplasticiteit is afgenomen. Dus dat is eigenlijk het hele biologische spectrum wat interessant is om te onderzoeken. Dank u wel. Mevrouw Ennemeet. Ja, veel dank voor uw inbreng. Ik vind het heel leerzaam. Het is ook wel hoopgevend als ik u allemaal hoor, zeg maar op het terrein een beetje van de psychiatrie, dat er echt wel stappen gezet worden. We hebben in het eerste blok ook verhalen gehoord over clusterhoofdpijn. En dat is dan, heb je meer de neuroloog nodig. Ik ben benieuwd of u iets kan zeggen over het verschil tussen de medisch specialisme, om het zo maar te zeggen. Is de psychiatrie meer ontvankelijk voor deze ontwikkeling? Hoe zit het met de neuroloog? En kunt u ook iets zeggen over dus klachten die niet psychisch van aard zijn, maar fysiek? En of daar ook vorderingen in gemaakt worden? Eerst meneer Vermetten, ja, gaat uw gang. Ja, dank u. Dat is ook weer een prachtige vraag. En zoals Kim Kuipers ook net zegt, wat we niet goed weten is of dat de psychedelische ervaring aan zich therapeutisch effect heeft, of dat het de psychoplastogene effectiviteit van het middel de verandering doet optreden. Wat we wel zien is dat er heel veel transdiagnostische mogelijkheden zijn, van clusterhoofdpijn naar obsessief-compulsieve stoornissen, naar verslavingsstoornissen, naar autisme. En dan denk je, hey, doet het dan alles? Dat weten we niet precies. Dat geeft aan de ene kant de beperking van onze diagnostische klassificatie.
Omdat veel stoornissen veel meer fluiditeit hebben met elkaar. En een signaal hebben wat ergens iets in beweging zet. Wat veel meer at the end of the tunnel beweging op andere domeinen ook met zich meebrengt. Wat wij met elkaar moeten doen is ook interdisciplinair onderzoek hiernaar. Dus de neuroloog moet ook kijken van, hé, wat vind jij ervan als psychiater? En de internist en de geriater of de verslavingsexpert. Dus het nodigt ook heel erg uit voor interdisciplinair onderzoek. Ja, ik kan me daar alleen maar heel erg bij aansluiten. Dat is iets wat de kern is van ons onderzoeksveld, die multidisciplinariteit. Ik weet ook dat er is heel veel interesse vanuit psychiaters. Wanneer ik op congressen kom, tonen ze interesse omdat ze merken dat ze tools tekort komen momenteel. Maar wat ik ook denk, en dat wil ik daar straks nog toevoegen, is dat wij de mensen nu moeten gaan opleiden. Medici moeten dit in hun curriculum krijgen, ook psychiaters. Daar is grote vraag om te weten van wat doen die stoffen en kunnen we die in de toekomst gebruiken? En ik denk dat daar nu nog momenteel een heel groot gat is. Als ze straks beschikbaar zijn, gaan ze ook moeten weten hoe ze die moeten gebruiken. Meneer Van Elk? Nog een specifieke toevoeging over zeg maar, die clusterhoofdpijn. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van een toepassing die gevonden wordt in de praktijk. En die echt vanuit de gebruikersgroepen naar voren komt. Van, hey, heel veel mensen hebben hier baat bij. Die zijn er zelf mee aan de slag gegaan. En dat je daarbij ziet dat het vanuit de praktijk zeg maar, zijn weg vindt naar de medische centra. Waardoor er nu voor het eerst systematisch onderzoek naar wordt gedaan. Van, hey, zou dit kunnen helpen? En hoe werkt het dan precies? Want we weten nog heel weinig over die werkingsmechanismen. Dus dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe iets wat in de praktijk gebeurt kan leiden tot wetenschappelijke vraagstelling. Dank u wel. Mevrouw de Haan. Als ik het goed begrijp, zit het nog in de trialfase. Dus deze geneesmiddelen zijn niet goedgekeurd door de EMA, worden ook niet vergoed. Ja, ketamine is de uitzondering. Ja, dat is het enige inderdaad. Ja. Maar hoe worden deze geneesmiddelen nu geproduceerd dan? Eerst mevrouw Kuipers en dan meneer Van Mitten. Mevrouw Kuipers. Ja, door farmaceutische bedrijven die interesse hebben om dit door te ontwikkelen. Dus daar halen wij momenteel onze middelen. Meneer Van Mitten? Ja, we hebben onderscheid. We gooien ze allemaal op één hoop, psychedelica. Maar we moeten echt een onderscheid maken. Ketamine is geregistreerd voor de behandeling van depressie door een farmaceutisch bedrijf. En wordt in de praktijk al gebruikt. Ketamine kennen we omdat het in de anesthesie gebruikt wordt en dat wordt off-label ook gebruikt voor andere nu stoornissen. Psilocybine is een voedingssupplement. Dat heeft een heel ander karakter, is nog niet gebrand als medicijn, hoewel er trials zijn voor de behandeling bij depressie. En daar lijken de voorspellingen gunstig. Fase 3 trial die gaat beginnen voor de behandeling bij depressie. En wat ik net al even in mijn eerste aankondiging vertelde, is dat voor MDMA geldt dat er al 1 fase 3 trial in Amerika is gepubliceerd. En daar wordt een replicatie nu gedaan. En als die ook positief is, dan zou het kunnen dat over een jaar de FDA overgaat tot de registratie van MDMA voor de behandeling specifiek van PTSS. Dank u wel. Meneer Van Houwelingen. Ja, dank u voorzitter. Hierop aansluitend. Hè. Ik kan me voorstellen dat u misschien een beetje in een kip-ei-situatie zit. Omdat enerzijds om onderzoek te doen is het natuurlijk fijn als het al voorgeschreven wordt, een medicijn. Anderzijds, dat gebeurt dan niet omdat er nog onvoldoende onderzoeksresultaten zijn. En nou vroeg ik me af, in Amerika heb je bijvoorbeeld een right to try. Hè. Dat betekent dat patiënten die helemaal aan het eind van hun behandeling zitten of die wanhopig zijn, dat ze medicijnen kunnen gebruiken. En dan kan er gelijk onderzoek naar worden gedaan, ook al zijn ze nog niet goedgekeurd. En we hebben in de eerste sessie gehoord dat sommige mensen echt wanhopig zijn, die suicidaal, omdat ze eigenlijk met de pijn niet om kunnen gaan. Dat is mijn vraag. Zou dat nou, ik probeer even iets te bedenken, zou dat hier in Nederland ook niet gunstig kunnen zijn als wij een regeling of een wet zouden hebben die het mogelijk maakt, ook voor u als onderzoekers dus, om patiënten die dus bijvoorbeeld wanhopig zijn, om die het wel op reguliere basis te voor te schrijven, zodat u er ook onderzoek naar kan doen? Dat is ook mijn vraag. Dank u. Die mevrouw Kuipers als eerste, ja, gaat u gaan? Ja, in Zwitserland en Canada is dat al, dat noemen ze compassionate use. Dus wanneer mensen echt aan het einde zijn van behandelingen, kan dat gebruikt worden. Dat zou ook een model hier in Nederland denk ik, kunnen zijn. Maar ik denk dat Erik iets wil toevoegen. Meneer Van Mitten? Ja, dank je, Kim. Dank je, Kim, en wat je zegt. En ik heb het op mijn point paper ook gezegd. Op 23 januari gaat er een regeling in Canada van kracht voor de medische vrijstelling van psychedelica. Dat is echt baanbrekend, dat is vernieuwend. Ik denk dat daarmee heel veel mensen geholpen kunnen gaan worden. Omdat dan
of je het nou compassionate use noemt of op een andere manier, maar compassionate use programma's geven ruimte, gereguleerd, om een aantal mensen die onder druk staan en die anders naar die illegaliteit gaan of eigenlijk zomaar wat gaan experimenteren, dan in ieder geval gecontroleerd in een goede setting deze behandeling aan te kunnen bieden. Maar daarvoor moet ruimte ontstaan. Daar moeten centra voor geïdentificeerd worden. En ik denk dat in de volgende rondes daar verschillende experts ook nog wel wat over zullen zeggen. Maar dat zou een randvoorwaarde zijn om daartoe over te gaan. Dank u wel. Mevrouw Meijer. Ja, dank voorzitter. En dank voor uw komst. En dank voor uw aanwezigheid via de videobellen. Ik heb misschien een vraag die wat meer teruggaat naar de basis voor mijn idee. Hoe groot is nu eigenlijk de groep mensen in Nederland die hier baat bij zou kunnen hebben? En in het verlengde ervan, zijn er cijfers zeg maar, over hoe groot het aantal mensen is wat nu zeg maar, zelf daarmee experimenteert? Omdat ze denken dat ze er baat bij zouden kunnen hebben. Ik denk dat later in het panel de experts komen die daar beter zicht op hebben. Dus bijvoorbeeld Robert Schoevers, die kan daar zeker wat over zeggen, over die actuele aantallen. Ja. Ik heb ze niet paraat, helaas. Nee. Nee, ik weet dat ook niet. Ik weet alleen dat er, als ik nog even heel kort mag zeggen, dat er allerlei instellingen zijn die, omdat psilocybine vrij gebruikt kan worden in Nederland, en er zijn heel veel mensen die daar een quasi-zorgaspect voor aanbieden. En er zijn allerlei websites waar je jezelf kan aanbieden. Hoeveel er dat zijn, dat weten wij niet precies. En dat zou wel heel interessant zijn om daar meer zicht op te hebben. Dank u wel. Met COVID hebben die praktijken heel erg stilgelegen trouwens. Omdat COVID maakte dat het reisbeweging van buitenland naar Nederland onmogelijk was. Nu merken we eigenlijk wel via word of mouth, zeg maar, dat die praktijken veel meer op geld doen krijgen. Omdat er met name vanuit het buitenland daar heel veel interesse is. Omdat Nederland de enige is die het op die manier niet illegaal kan aanbieden. Dank u wel. We hebben nog ruimte voor meer vragen. Ik kijk nog even naar de collega's. Ja, nou, misschien over het verschil tussen de meer ingebed in psychotherapie, gebruik van psychedelica en het meer zelfstandig gebruik van psychedelica. In de zin van, in ieder geval wat ik over de psilocybine trials heb gezien, dat zijn mensen die zelf als het ware in proces gaan waarbij de therapeut wat meer teruggetrokken is. Wat betekent dat nou voor jullie, en ik zie al dat er nee wordt geschud, dus misschien dat de heer Vermette daar wat meer over kan zeggen, ja. Over die verschillende soorten vanuit wetenschappelijk perspectief ook. Nou, dat is echt een hele goede vraag, omdat dat afhangt van hoe wij naar psychedelica kijken. Als wij denken dat het een geneesmiddel is die los van elke context zijn effect heeft, dus de psychoplastogene variant, om het even zo te zeggen, dan heb je geen begeleiding nodig. In de psychiatrie denk ik, en denken velen van mij daar toch anders over, dat je die middelen ingebed moet geven in een context van psychotherapie, om ze hun rendement te geven. En dat geldt in het bijzonder voor de psychiatrische stoornissen. Dus dat je het niet als een thuis kan nemen. Ik weet dat als ik zo meteen naar Kim Kuipers luister, dat er een andere variant is, de microdosing, die zegt, wacht even, je kunt ook dagelijks een hele kleine dosering van psilocybine geven. Dat doe je gewoon zelf. En dan is het een soort van supplement als medicatie. Maar in de psychiatrische stoornissen, waar we het eigenlijk depressie, PTSS, OCD, verslaving over hebben, heeft die stoornis alleen maar, heeft die behandeling of interventie met psychedelica alleen maar effect als het ingebed wordt in een psychotherapeutische zorgmodel. En dat brengt met zich mee als afsluiting dat er ook opleiding nodig is om daar mensen voor goed te trainen. Want het is niet zomaar iets wat je even erbij doet. Daar zijn opleidingen voor nodig. Dus als we naar een soort van compassionate use model zouden gaan in de zorg, dan betekent dat wel dat er ook opleidingsgelegenheden moeten worden gecreëerd om mensen hier goed in te begeleiden. Mevrouw Kuipers? Ja, ik ben het met meneer Vermette eens dat het moet gezien worden als therapeutisch glijmiddel. Dat er zeker behandeling bij nodig is. Meneer Vermette haalde ook microdosing aan. Dat is het gebied ook waar ik onderzoek naar doe. Dat zijn dan kleine doseringen gebruiken waar geen bewustzijnsveranderende effecten zijn. Maar daar denk ik ook dat enige vorm van therapie toch waarschijnlijk gewenst gaat zijn. Dus daar zijn we nog niet over uit. Maar ja, dus we moeten altijd het middel met de therapie samen zien. Maar mijn vraag is ook,
tijdens het gebruik een therapeut aanwezig? Want een integratietherapie na afloop is natuurlijk iets anders. Dus zou u daar nog wat meer over kunnen zeggen? Dat kan gewoon iemand zijn die ofwel ervaring heeft met het begeleiden van zo'n mensen, ervaring heeft met die stoffen die daar aanwezig kan zijn, die daar is om een veilige setting te creëren. Dat moet daarom geen therapeut zijn, denk ik. Het is altijd handig dat iemand on call is. Maar het is gewoon om een veilige setting te creëren waar Michiel ook misschien nog iets over kan zeggen. Ja, en het is misschien goed ook om nog even uit te leggen dat in al het klinisch onderzoek wat nu gedaan wordt, dus alle klinische trials, is een standaard model wat gebruikt wordt van een huiskamerachtige setting in een ziekenhuis met medisch personeel wat stand-by is, maar met twee getrainde en gekwalificeerde therapeuten die tijdens die sessie voortdurend aanwezig zijn om de patiënt zo goed mogelijk daarbij te begeleiden. En dat is een intensief proces, want dat duurt 6 tot 8 uur per sessie. En als mensen meerdere sessies hebben, dan levert dat een flink aantal manuren op. Dus daar zijn flink wat getrainde therapeuten voor nodig om dat te kunnen implementeren. Mag ik nog één opmerking? Ja, meneer Vermette. Want ik denk dat iedereen zich moet realiseren dat we het in de regel hebben over middelen met een wat wij noemen lange halfwaardetijd, die uren in het bloed aanwezig is voordat het weg is. Dus dat betekent dat die sessies ook per definitie lang zijn. Dan kun je vervolgens vragen, zijn er dan ook middelen die een kortere halfwaardetijd hebben? Zoals DMT is nu een middel wat populariteit aan het winnen is, wat een veel minder intensief psychotherapeutisch proces zou je zou willen in de tijd mensen in brengen. Maar u merkt aan mijn beantwoording dat er heel veel dimensies zijn in de wijze waarop je zo'n middel kunt inbedden. Afhankelijk van de halfwaardetijd en de duur van zo'n psychotherapeutische of integratieve sessie. Dank u wel. Ik kijk nog naar de collega's. Mevrouw Ellemeet? Ik heb nog een vraag over het belang van multidisciplinair onderzoek. Want dat onderschrijft u eigenlijk allemaal. Ik was benieuwd, gebeurt dat nou al? En ziet u bij alle beroepsgroepen die eigenlijk betrokken zouden moeten zijn, dat ze ook interesse hierin hebben? Of lopen sommige vooruit op anderen? Ja, meneer Van Eyl. Ik kan daar wel op reageren. Ik denk dat het bij uitstek inderdaad een interdisciplinair onderwerp is. En dat zie je terug in de congressen en in het onderzoek wat hierna gedaan wordt, waar mensen uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines, uiteenlopend van de farmacologie tot de filosofie, tot de antropologie, tot de geschiedkunde, bij elkaar komen om zicht te krijgen op van hoe kunnen we psychedelica onderzoeken vanuit al die verschillende perspectieven. Je ziet wel zeg maar, in het populair wetenschappelijke discours omtrent psychedelica dat zeg maar, die medisch-psychiatrische onderzoeken een beetje de boventoon voeren. Daar is nu heel veel belangstelling voor. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om, zoals we al eerder aangaven, om juist zicht te houden op de inbedding van die psychedelica. Van hoe zijn ze ooit gebruikt, hoe zijn ze ontwikkeld en wat zijn de rituelen die mensen ontwikkeld hebben rondom het gebruik van psychedelica. En daar zou een kruisbestuiving tussen zeg maar, die enerzijds die praktijkbenadering van mensen die daar al ervaring mee hebben, die ermee werken, en anderzijds die medische benadering heel goed nieuwe inzichten kunnen opleveren. Maar dat gebeurt dus al in de praktijk als we kijken naar de bezoekers van congressen, workshops, et cetera. Mevrouw Den Haan? Ik kon helaas niet bij het eerste blok zijn, dus misschien heb ik iets gemist. Maar jullie hadden het over set en setting, dat heel belangrijk is. Nou lees ik ook in een van de stukken dat, en dat vertelde je net ook, in zo'n huiskamersetting, hoe belangrijk dat is. Dan ga je daar 8, 9 uur naartoe, 2 getrainde therapeuten. Maar wat gebeurt daar dan precies met zo'n patiënt? Want ik lees ook 1 jaar therapie in 1 dag. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Wat gebeurt daar dan precies? Meneer Vermette? Ja, u stelt een vraag waar we heel lang over kunnen spreken, maar er gebeurt er zoveel. Het is een rollercoaster aan ervaringen die mensen inderdaad, en dan maken we het metaforisch van het gebeurt als therapie in 1 jaar. De mensen zijn zo kwetsbaar, staan zo open en er gebeurt een soort van gelaagdheid waar je als het ware als een raket doorheen schiet. Wat zoveel materiaal luxeert en ik maak er misschien wat cut corners door het zo neer te leggen. Maar dat is wat mensen zelf beleven. Dat het een rollercoaster is, waar ze daarna nog enorm veel uit kunnen putten om de intensiteit en de detaillering van wat het met zich meebrengt allemaal tot zijn rendement kan laten zijn komen. Dus die 8 uur is niet van er gebeurt helemaal niets. Het kan zijn dat er weinig gesproken wordt. Het kan zijn dat er heel veel discours is, heel veel interactie is. Maar sowieso weet je dat ook als er niks gesproken wordt, dat er aan de binnenkant, om het zo maar even te zeggen, heel veel in beweging is. Ja, meneer Van Eyl. En ik denk, dank u wel. Ik denk dat de patiëntenverhalen daarin echt het meest veelzeggend zijn, inderdaad. Dus er is bijvoorbeeld een documentaire Trip of Compassion, die op YouTube terug te zien is, waarin die verhalen te volgen zijn. En
Dat zijn hele bijzondere ervaringsverhalen en heel erg ontroerend om te horen van waar mensen al zo lang mee kampen, hoe groot het lijden is en hoe uitzichtloos, hoe dat opgelost kan worden door zo'n sessie. En het is denk ik ook goed om te beseffen dat die sessies lang niet altijd aangenaam zijn. Dat kan heel mooi zijn en je leest vaak over de piekervaringen, de mystieke ervaringen die mensen hebben, een soort van inzicht. Maar voor heel veel mensen is het ook heel heftig, want ze zijn depressief en psychedelica die brengen naar boven wat al onbewust of bewust aanwezig is. Die zien vergrote dingen uit. En dat kan ertoe leiden dat iemand een hele negatieve, heftige ervaring heeft op het moment zelf. Maar die negatieve ervaringen of die heftige ervaringen helpen uiteindelijk ook weer verder in het therapeutisch proces. En kunnen heilzaam zijn, zo blijkt uit onderzoek. Dank u wel. Hoe begeleid je dat als therapeut dan op zo'n dag? Want dat lijkt me echt wel ingewikkeld. Dat is het ook. En daarvoor pleitte ik net ook voor zorgvuldige opleiding. Omdat het, als we er zo over praten, lijkt heel gemakkelijk te zijn. Je zit erbij. Maar om goed besef te hebben wat een psychedelische ervaring is en hoe kwetsbaar kunnen mensen kunnen zijn in die staat van bewustzijn die zo wezenlijk anders is, daarvoor heb je besef nodig en rollenspellen nodig, opleiding nodig, kijken naar videofragmenten van hoe dat in de praktijk plaatsvindt. En daarmee de complexiteit en het belang van een hele sensitieve benadering overdraagbaar te kunnen maken. Dus ik hou het wel kort, maar het is een hele belangrijke vraag. En het is heel belangrijk om daar heel zorgvuldig in te zijn en mensen in te kunnen opleiden. Ja, meneer Van Houdingen? Ja, korte vervolgvraag op mijn eerdere vraag. Stel dat het ons zou lukken om zo'n compassionate use law, het regelgeving wet te krijgen. Vat ik het al goed samen dat dat zowel het onderzoek zou kunnen helpen als patiënten die aan het eind van hun Latijn zijn? Dus, ja. Mevrouw Kuipers. Ja, ik kan er heel kort in zijn, volgens mij wel, want de data in Zwitserland is ook gebruikt om wetenschappelijke publicaties uit te creëren. Dus complementair. Nou, geweldig. Ik kijk mijn collega's even aan. Werk aan de winkel. Nee, dan. Ja, meneer Sneller, nog laatste vraag dan, als denk mag. Ik. Ja hoor, van mij mag. Nou, misschien over de verschillende typen psychedelica. Want veel van het onderzoek nu MDMA, psilocybine. Maar ik was laatst ook op dat interdisciplinaire congres waar iemand LSD de queen of psychedelics noemde. Hoe zien jullie dat ook tegen de achtergrond van wat er in de jaren 50, 60 is gebeurd, dat het te snel ging? En er wordt ook gewaarschuwd voor de hype. Wat zijn de volgende onderzoeken met die andere middelen? En wat is daar het pad voorwaarts? Ik zou zeker niet zeggen dat het te snel gaat. Het gaat veel te traag, denk ik. Want we zijn al sinds de jaren 60 daarmee bezig, eigenlijk. Ik denk dat we zien nu dat MDMA en psilocybine het sterkst of het snelst vooruit gaan, omdat er het meest onderzoek naar gebeurt. Dat hangt samen met hoe beschikbaar zijn die stoffen. Niet veel mensen maken LSD, dus het is moeilijk om daaraan te komen. Maar ik weet dat er zoveel interesse is om al die compounds te onderzoeken. Net ook omdat, wat meneer Vermette zegt, die hebben een andere werkduur. LSD duurt veel langer dan psilocybine of DMT. En er zal, en als we met experts in het veld praten, dan zeggen ze ook, het kan best zijn dat we therapie gaan geven waarbij we eerst MDMA geven als beginner, en dan in de sessie daarna psilocybine gaan geven. Het kan zijn dat we de middelen zo niet gaan combineren, hè, maar zo in een therapeutische context gaan gebruiken, omdat ze allemaal hun krachten hebben. Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar de collega's. Dan denk ik dat we aan het einde komen. Er moet mij iets van het hart. Ik vind het razend interessant, zeker vanuit mijn achtergrond als apotheker, maar dat ben ik tegenwoordig niet meer. Maar desalniettemin nog één ding over die compassionate use gebruik. Dat doet mij denken aan een anekdote dat ik een dokter aan de lijn had. En dat hij zei, dat is handen in het haar medicatie. Ik zei, wat bedoel je daarmee? Ik weet het niet meer en ik ga iets doen. Maar goed, dat gezegd hebben, ik dank u hartelijk voor uw inzage in de wetenschappelijke stand van zaken. En we gaan zo door met het derde blok. U bent van harte welkom om te blijven en te luisteren. En ik schors even voor enkele ogenblikken. Dank u wel. Dank u. Thank you.
Erik. Sorry, yeah.
Goedemorgen. Welkom terug voor het derde blok van het rondetafelgesprek. Van harte welkom mevrouw Veraert, meneer Bostoen en mevrouw Usken. Zeg ik goed? Ja, ik zeg het allemaal goed, hoop ik. Ja. Net zoals de vorige keer geef ik u allemaal zeg maar ongeveer 5 minuten om even een korte introductie te geven. En dan stel ik de leden weer in de gelegenheid om hun vragen te stellen. Gaat uw gang. En ik denk als eerste mevrouw Veraert. Ja, toch? Ja, gaat uw gang. Bedankt voor de uitnodiging om hier een toelichting te geven. Ik ben werkzaam als psychiater op de depressiekliniek van PsyQ hier in Den Haag. En dat is een gesloten afdeling waar we de meest ernstig depressieve patiënten behandelen. En daarnaast ben ik verbonden aan het UMC Groningen voor onderzoek naar ketamine als antidepressivum. En ik wil beginnen met wat achtergrondinformatie over de depressieve stoornis. Want dat is een heel veel voorkomende aandoening. Bijna 1 op de 5 Nederlanders maakt ooit in het leven een depressie door. En we hebben effectieve behandelmethoden, medicatie en psychotherapie onder andere. Maar toch knap 20-30% van de patiënten niet op met die behandelingen die we hebben. En doordat de depressie dan vaak chronisch of terugkerend wordt, heeft het een hele grote impact. Niet alleen op de patiënten die er ernstig onder kunnen lijden, maar ook op de maatschappij. De depressieve stoornis staat in de top 10 van de belangrijkste veroorzakers van ziektelast in Nederland. En het is de belangrijkste oorzaak voor verzuimkosten. Dus er is een hele grote behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe effectieve behandelmethoden. En ketamine is zo'n nieuwe optie. Ketamine is in de jaren 60 ontwikkeld als een narcosemiddel. En iets meer dan 20 jaar geleden werd ontdekt dat het een snel antidepressief effect kan hebben. En wij zijn een aantal jaar geleden gestart met onderzoek naar ketamine als antidepressivum. We hebben de variant S-ketamine daarvoor gebruikt, want die is in Nederland beschikbaar. En we hebben een studie opgezet en ook, zoals daarnet al even aan bod kwam, de compassionate use programma aangeboden. Dus we hebben de S-ketaminebehandeling off-label aangeboden aan patiënten die eigenlijk geen behandelalternatieven meer hadden, die alle reguliere opties geprobeerd hadden. Dus die vaak ook wanhopig waren en soms suïcidale gedachten hadden of soms al in een euthanasietraject zaten. Die groep patiënten hebben we deze S-ketaminebehandeling aangeboden. En we hebben daar de afgelopen jaren heel veel over geleerd. Dus voorzitter, u noemde het net al even de handen in het haar behandeling. We begonnen inderdaad als een handen in het haar optie. We weten niet zo goed wat we doen, want we zijn gestart met een hele medische benadering. Waarbij we de patiënten uitlegden van u krijgt nu de S-ketamine toegediend. Na een minuut of 20 kunt u wat bijwerkingen gaan ervaren. U kunt wat duizelig worden of wat misselijk. U kunt u ook wat wazig gaan voelen. Over een half uur komen we kijken of het goed gaat. En dan meten we de bloeddruk. En na een paar uur mag u naar huis toe. Dat is echt onvoldoende voor deze behandeling. We hebben gemerkt dat we patiënten goed moeten voorbereiden over wat ze kunnen verwachten als ze ketamine, S-ketamine of een psychedelicum toegediend krijgen. U heeft al gehoord over de andere staat van bewustzijn, de verandering in de waarneming, de andere emoties die patiënten kunnen ervaren. En het is van groot belang dat we ze daar goed op voorbereiden en dat we ze ook begeleiden op het moment dat ze de S-ketamine hebben ingenomen. Dus we moeten dit in een veilige omgeving toedienen. Het is nodig dat patiënten begeleid worden door iemand die ze vertrouwen. Dat ze gerustgesteld kunnen worden en dat ze geholpen kunnen worden om zich over te geven aan die nieuwe ervaring. Het kan namelijk soms ook beangstigend zijn. En het kan mensen ook, het kan heel heftig voor ze zijn, juist in deze kwetsbare groep patiënten. Dus we hebben geleerd, we moeten mensen goed voorbereiden, we moeten ze goed begeleiden tijdens de inname en we moeten een natraject aanbieden waarbij patiënten de nieuwe ervaringen die ze hebben opgedaan of de nieuwe emoties waar ze toegang toe hebben gekregen kunnen bespreken en kunnen integreren in hun dagelijks leven of in hun nieuwe perspectieven. Dus dat zijn de dingen die we geleerd hebben. Ik noemde net al, dit is dus een off-label behandeling, een handen in het haar behandeling. Een groot nadeel daarvan is dat het niet een geregistreerd middel is en dat er dus vaak ook geen vergoeding komt vanuit de zorgverzekeraars. En voor de patiënten die geen vergoeding hebben gekregen de afgelopen jaren is dat een enorm probleem. Want dan weet je als patiënt, er is een middel
wat mijn kwaliteit van leven kan verbeteren, wat soms levensreddend kan zijn. En het is niet gegarandeerd dat dat vergoed wordt. In de tussentijd was er een andere ontwikkeling gaande. Ketamine is daar dus een beetje een uitzondering in op het gebied van de psychedelica. Want een farmaceut heeft een neusspray ontwikkeld met S-ketamine daarin. Ze hebben daar een patent op aangevraagd en grote studies uitgevoerd de afgelopen jaren. En dat heeft geleid tot goedkeuring van het Europees Medicijnagentschap. Afgelopen jaar, september, is ook die neusspray opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Dus u zou verwachten, deze behandeling is inmiddels toegankelijk voor patiënten. Maar het ingewikkelde is dat die neusspray heel duur is geworden. De schatting is meer dan 10.000 euro per patiënt per jaar. Terwijl het stofje wat erin zit eigenlijk maar een paar honderd euro kost. En dat heeft tot gevolg dat de zorgverzekeraars heel terughoudend zijn in het contracteren van zorginstellingen die deze behandeling mogen aanbieden. Dus de zorgverzekeraars mogen zelf kiezen welke instellingen ze contracteren en die dus deze behandeling kunnen aanbieden en vergoed krijgen. Momenteel is er in Nederland ongeveer een capaciteit van 150 patiënten per jaar met helemaal geen landelijke dekking. Terwijl het Zorginstituut inschat dat er 1500 patiënten een indicatie hebben voor deze behandeling. Dus op het moment dat u in Friesland woont of in Zeeland en u ontwikkelt een hardnekkige depressie, dan heeft u eigenlijk geen toegang tot deze behandeling, ondanks dat het in het basispakket zit. Vanuit de beroepsgroep zijn er initiatieven om hier verandering in te brengen. Dus bijvoorbeeld het netwerk hardnekkige depressie of het S-ketamine neusspray consortium in Nederland. Er worden inspanningen gedaan om samen studies op te zetten data te verzamelen voor de effecten op lange termijn. Maar het ingewikkelde is, als je als psychiater zo'n netwerk wilt opzetten of een studie wilt opstarten, dan ben je een aantal jaar bezig, als het al lukt om daar een subsidie voor te krijgen. Dus je loopt achter de feiten aan. Op het moment dat we dit aan de markt overlaten, dan merken we dus dat de zorg duur wordt en niet toegankelijk voor alle patiënten die de behandeling nodig hebben. En dat de focus ook onvoldoende ligt op het traject eromheen, wat zo belangrijk is voor deze patiënten. Dus samenvattend ben ik van mening dat ketamine en psychedelica een hele nieuwe behandelmogelijkheid bieden voor onze meest ernstig zieke patiënten. Deze behandelingen vragen een hele andere benadering dan dat we gewend zijn in de psychiatrie. En het is van belang dat we als beroepsgroep de regie kunnen nemen om hier grootschalige studies naar op te zetten, behandelaren te trainen en deze behandelingen veilig te kunnen implementeren. Bedankt. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Bos toe. Ja, dank u wel voor deze gelegenheid om met u in gesprek te gaan. Ik ben zelf werkzaam als psychiater bij ARC-centrum 45, waar ik ben gespecialiseerd in de behandeling van de posttraumatische stressstoornis. Daarnaast ben ik ook verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, waar dit onderzoek ook onder valt. En het is onderdeel van een promotietraject. Als traumabehandelaar zie ik dag in dag uit mensen die vreselijk lijden eigenlijk onder hele nare gebeurtenissen die ze hebben ondergaan. Mensen komen niet tot verwerking. En de ellende is dat ze eigenlijk die hele nare momenten, dat kan bijvoorbeeld seksueel misbruik zijn of geweld dat ze hebben ervaren. Dat kan gaan over dingen in de kindertijd of juist bijvoorbeeld veteraan op uitzending of een politieagent tijdens dagelijks werk. Dus allerlei leeftijden kan het voorkomen. Maar wat er gebeurt is dat nare moment wordt de hele tijd opnieuw beleefd. Het geeft ongelooflijk veel spanning en angst. Geeft ook een hele hoop klachten 's nachts, want mensen krijgen veel nachtmerries, slapen heel slecht. En dat is een indrukwekkend beeld. Gelukkig kunnen we daar wat aan doen. De huidige behandelmethode, daarmee kunnen we ongeveer de helft van de mensen goed helpen. Maar dan hou je dus nog een grote groep over. We weten uit onderzoek dat ongeveer 7% van de mensen in Nederland ooit in zijn leven een posttraumatische stressstoornis krijgt. Als je dat nagaat, dat de helft daarvan daar vermoedelijk niet overheen gaat komen met de huidige methode. Laat het een hele grote groep chronisch zieke mensen over. En dat zie ik dus ook in praktijk. Mensen die er alles aan doen, veel therapie volgen, medicatie gebruiken en er dan toch niet komen. En toen wij in 2016 die eerste artikelen zagen over MDMA, ondersteunde psychotherapie, vonden we het zo verbazend dat in zo'n groep min of meer uitbehandelde mensen
ja, meer dan de helft daar nog baat bij had. En ook dat een fors percentage werkelijk geneest. Dat is toch ook iets wat we in de psychiatrie niet vaak zien. Hè? Je ziet toch vaak dat mensen forse restklachten houden. Ja, je voldoet dan wel niet meer helemaal aan de criteria van de stoornis. Maar er is toch genoeg ellende over, zou je kunnen zeggen. En we zien toch dat met die psychedelica een vrij grote groep werkelijk helemaal daaroverheen komt. Dus dat is aanleiding geweest voor ons centrum om hiermee verder te gaan. En toen zijn we zelf met een klein groepje naar de Verenigde Staten gegaan om opgeleid te worden tot MDMA-therapeut. Die opleiding heb ik onderhand ook helemaal kunnen afronden, omdat ik in de huidige studie die wij uitvoeren behandelervaring kan opdoen onder supervisie. En wat mij opvalt, hè, want het gaat hier, denk ik, er was net ook wat vragen over van wat gebeurt er dan in zo'n sessie. Het is heel bijzonder om te zien wat zo'n middel doet als iemand dat inneemt. Dat mensen zoveel meer open gaan staan voor hun eigen pijn, zou je kunnen zeggen. Ze kunnen daar beter bij. Heel veel van deze hele angstige, heftige gevoelens, ja, die houden mensen toch een beetje af. En zelfs met traumatherapie is het soms moeilijk om daarbij te komen, omdat er zoveel lading op zit. En je ziet onder invloed van MDMA dat mensen daar eigenlijk zelf heel goed naartoe kunnen. En je ziet ook dat behalve dat ze dus naar die moeilijke gevoelens kunnen, ze ook heel goed overzicht houden over wat er nou eigenlijk gebeurd is. Hoe dat verband houdt met hun klachten nu. Maar ook de zaken in hun geschiedenis die hebben bijgedragen tot misschien wel de kwetsbaarheid voor de PTSS. Dus ja, je ziet dat mensen zo ontzettend veel stappen zelf maken onder invloed van zo'n middel. Dat is echt bijzonder. Wat wij dan als therapeuten vooral doen, is dat proces faciliteren. Dus we gaan niet van tevoren heel erg inzoomen van oké, je herbeleeft bijvoorbeeld dat nare moment van jouw uitzending, bijvoorbeeld een bermbom, dus daar moet het over gaan. Nee, we gaan samen met iemand zo'n dag in, heel goed voorbereid, neem het middel in, iemand gaat rustig liggen, koptelefoon op, ijsshades op, om helemaal naar binnen te kunnen keren en dan te gaan kijken naar wat zich aandient en waarmee gewerkt moet worden. Dat klinkt misschien simpel, maar dat is het vaak toch ook weer niet. Veel mensen vinden het heel spannend om los te laten, om dat echt aan te gaan. Dus als therapeut in het begin begeleid je heel erg, stel je iemand gerust, begeleid je iemand echt naar dat moment toe dat dat het middel aan gaat komen. En ja, wat zich dan aandient is waar het dan over gaat. Vervolgens stimuleer je mensen heel erg om daarbij te blijven, om dat ten volle te gaan beleven. Maar het kan ook best zijn dat mensen toch nog, ondanks de positieve werking van het middel, overspoeld dreigen te raken. Nou, dan help je ze om dat stukjes bij beetjes te doen, zeg maar. Niet in één keer erin, maar stapsgewijs. Soms zie je dat mensen heel erg de behoefte hebben om heel veel te vertellen over wat ze meemaken. Dan ga je daarover in gesprek. Andere momenten zie je juist dat mensen de behoefte hebben om heel erg juist naar binnen gericht te zijn. Nou, dan ondersteun je ze vooral door passende muziek daarbij op te zetten, zodat ze die emoties heel goed kunnen beleven. Dus wat dat betreft is die opleiding erop gericht, ja, dat je heel erg in dienst stelt van het proces van degene die het ondergaat. Maar ook dat je heel erg inspeelt op de behoeften. En mensen kunnen dat niet altijd goed uiten. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat je goed ingevoerd bent in wat zo'n middel doet. En ook leert aanvoelen eigenlijk wat iemand op dat moment nodig heeft. Na zo'n dag gaan mensen blijven slapen bij ons in de kliniek. En de volgende ochtend heb je eigenlijk al de eerste integratiesessie. En integratie, daarmee bedoelen we eigenlijk dat we de zaken die mensen hebben beleefd in zo'n MDMA-sessie, onder invloed van MDMA, de inzichten die opgedaan zijn, de gevoelens die op zijn gekomen, de associaties die mensen hebben gezien, om die ook daadwerkelijk een plek te gaan geven. En ervoor te zorgen dat mensen dat in het dagelijks leven eigenlijk kunnen gaan toepassen. En daar zie je toch wel dat er behoorlijk wat werk in zit voor mensen zelf. Ik wil niet de indruk wekken dat zo'n therapie onder invloed van zo'n psychedelisch middel makkelijk is. Het is juist heel intens. Daarom staat ook in het stuk wat ik gehoord heb van verschillende mensen die het hebben ondergaan, dat het aanvoelt als een jaartherapie in een dag. Maar dat betekent ook dat je een jaartherapie in een dag als het ware een plek moet gaan geven. En dat is toch een hoop werk.
De resultaten zijn heel goed. Ik moet zeggen, onze studie is nog niet afgelopen. Maar wat we gezien hebben is toch dat in ons centrum, hè, we hebben een derde lijnsinstelling, dus dat zijn vaak mensen die al uitgebreid behandeld zijn, dat je toch enorme stappen ziet. Waarbij het eigenlijk als behandelaar al een beetje, ja, nou, opgegeven is misschien niet het woord, maar het idee in de realiteit leven dat er waarschijnlijk weinig nog mogelijk was. Hè? Mensen hebben eigenlijk alles al gehad, keihard gewerkt, zie je nu ineens doorbraken. Ja, en dat is ongelooflijk mooi. Ik denk ook dat dat een hoop chroniciteit zou kunnen gaan schelen in de toekomst, als we dit kunnen gaan inzetten bij deze mensen. Aan de andere kant zie ik ook wel op ons afkomen dat, mocht het inderdaad zo zijn dat bijvoorbeeld MDMA ondersteunde psychotherapie voor PTSS op een gegeven moment als geneesmiddel goedgekeurd wordt, dat er een hoop vraag komt. En dan moeten therapeuten opgeleid zijn, die moeten eigenlijk klaarstaan, die moeten goed getraind zijn, goed weten wat ze doen om aan die vraag te kunnen gaan beantwoorden. En ook moeten instellingen daarop ingesteld zijn om dat te kunnen faciliteren. Want dat is toch anders dan de therapie zoals we het nu doen. In de psychiatrie op dit moment geven we of medicijnen. Nou, we krijgen mensen een recept mee, goede uitleg en nemen dat elke dag in. Maar er zit verder weinig psychotherapie omheen. Of mensen nemen of krijgen psychotherapie. Dat is de andere paradigma. Maar deze combinatie juist is toch wat ongebruikelijk. En daar is dan ook nog niet echt een structuur voor in de GGZ op dit moment. Dank u wel. Dan mevrouw Wiske. Ja, goedemorgen. Bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Heval Özgen. Ik ben arts en psychiater. Ik werk met mensen met verslaving. Ik werk ook met andere patiëntgroepen met een heel divers achtergrond qua opleiding, socio-economische status en etniciteit. Ik vertel jullie graag over twee punten hier. Eén is noodzaak voor betere representatie van verschillende soorten patiënten qua opleiding, affiniteit, socio-economische status, dus diversiteit. En tweede punt is perspectief van nieuwe behandelingen bij verslaving. En dat doe ik het heel kort. Vandaag ben ik hier als arts die op zoek is naar een goede behandeling voor haar patiënten. En met name patiënten die geen of onvoldoende baat hebben bij de bestaande behandelingsmogelijkheden. Daarom wil ik bijdragen aan de discussie over de mogelijke bijdrage die psychedelica kunnen leveren van een effectieve behandeling. Ik wil daarbij ook de klinische en ethische implicaties beoordelen die een gevolg zijn, kunnen zijn van de hernieuwde interesse in behandeling met psychedelica. En mijn eerste punt over diversiteit. Zoals mijn collega's al aangaven, laten onderzoeken zeer hoopgevende resultaten zien. Daar moet ik meteen wel een kritische noot bij maken. In alle onderzoeken naar bijvoorbeeld in MDMA voor behandeling van PTSS ontbreekt diversiteit in deelnemers aan het onderzoek. En waarom is het een probleem dat diversiteit ontbrak? Als je echt spijkharde conclusies wilt trekken over de effectiviteit van een onderzocht middel voor de brede bevolking, dan moet de groep van deelnemers representatief zijn voor de brede bevolking. Samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld, mijn patiënten komen immers uit al de verschillende lagen van onze maatschappij. En het is niet op voorhand zeker dat de positieve resultaten uit bestaande studies ook, zonder enige aanpassing, van toepassing voor patiënten met een andere achtergrond. Mijn laatste punt over diversiteit zou zijn, we moeten ervoor zorgen dat niet alleen de meest bevoorrechte groep van onze bevolking profiteert van mogelijke nieuwe geneesmiddelen. Vooruitgang moet eerlijk gedeeld en verdeeld worden. Mijn tweede punt over verslaving. Een van de meest moeilijk behandelbare psychische aandoeningen is verslaving. Patiënten met een verslaving vallen vaak al binnen enkele weken na behandeling alweer terug. De praktijk vraagt om nieuwe en effectivere behandelmethodes met langdurige of zelfs blijvende effecten. Als we kijken naar alcoholverslaving, dan zien we dat bijna 4% van alle sterfgevallen wereldwijd een gevolg zijn van alcoholverslaving. De maatschappelijke kosten zijn enorm en de meeste verslaafden worden niet eens behandeld. Artsen en patiënten putten nu hoop uit de positieve resultaten van onderzoeken naar de behandeling van verslaving met psychedelica ondersteunende psychotherapie. De meeste patiënten met een verslaving hebben niet alleen een verslaving naar daarnaast ook vaak een depressie, angststoornis, PTSS of andere psychische klachten.
Uit de eerder genoemde onderzoeken blijkt dat psychedelica kunnen helpen bij het verlichten van al deze klachten. Ook blijkt uit onderzoek dat eenzelfde psychedelicum effectief is bij een verslaving aan verschillende middelen, bijvoorbeeld ketamine werkt voor verslaving aan cocaïne, maar ook aan alcoholverslaving. Daarmee lijken psychedelica ook een veelbelovende behandeling voor polydrugsverslaafden, een groep verslaafden die steeds groter wordt en waarvoor nog geen bewezen effectieve behandelingen zijn. Samenvattend, ik ben ook op zoek naar antwoorden voor mijn patiënten, met name patiënten met een verslaving aan meerdere middelen, polyverslaafden, en patiënten met bijkomende psychiatrische stoornissen, comorbide verslaafden. Psychedelica lijken een brede werking te hebben en als ondersteunend gebruikt te kunnen worden om meerdere psychische klachten tegelijkertijd aan te pakken. Psychedelica zijn geen wondermiddelen. Het zijn middelen die kunnen helpen om psychotherapie effectiever te maken en resultaten te constateren. Als psychedelica hun belofte waarmaken, dan moet het resultaat ook terechtkomen bij de zwakkere lagen van onze bevolking. Mijn laatste punt als arts, behandelaars, is het onze verantwoordelijkheid dat psychedelica op verantwoorde wijze zullen worden ingezet. We moeten voorkomen dat deze middelen door onbevoegde worden ingezet om op onantwoorde wijze bijvoorbeeld geld te verdienen. Het is daarom goed dat wij nu aandacht richten op psychedelica hier en bedenken hoe we een omgeving en structuur zo inrichten dat goede opgeleide behandelaren de beste middelen ter beschikking stellen aan de mensen die het nodig hebben. Daarbij moeten we bedenken dat psychedelica krachtige middelen zijn die zorgvuldig worden voorgeschreven. Dank voor jullie aandacht. Hartelijk dank. Dan kijk ik naar links. Dan de gelegenheid tot vragen. Eerst, ja, meneer Sneller. Ja, dank u wel. Hele verschillende diagnoses waarvoor u behandelt. En ik ben geen medicus, maar ik probeer een beetje in beeld te krijgen van waar in het spectrum u nou zou zeggen dat psychedelica moet worden ingezet. Want mevrouw van Aert zegt de meest ernstig zieke groep. De heer Bostoen zegt wij zijn derde lijns en al het andere is al geprobeerd. Waar moet ik nou in de toekomst, als het wel geregistreerd is en ingebed is, wanneer wordt dan psychedelica ingezet? Ja, mevrouw Waard, gaat gewoon. Nou, in mijn ogen is dat in de groep patiënten die op dit moment niet opknappen met de reguliere behandelingen. Dus daar ligt de allergrootste behoefte. De patiënten die chronisch ziek zijn, ernstig ziek zijn en onvoldoende effect hebben van de behandelingen die er op dit moment voorhanden zijn. Dus daar zou ik deze behandelingen plaatsen. Ik denk dat het een hele gespecialiseerde behandeling is, die niet zomaar bij de huisarts verkrijgbaar zal zijn. Maar juist bij de groep patiënten die met de reguliere eerste- en tweede lijns behandelopties niet opknappen. Ja, gaat het wel. Ja, ik ben het daar wel mee eens dat vermoedelijk het niet een eerste stap behandeling wordt. Het is een intensieve behandeling. Er moet een medische keuring ook aan vooraf gaan, omdat je een geneesmiddel inzet wat ook wel andere wat bijwerkingen zou kunnen hebben. Dus het lijkt mij logisch dat eerst een behandeling wordt gedaan zoals we dat nu regulier doen. Maar ja, waar het dan in het schoonschema precies in past op een gegeven moment, hè, want er zijn verschillende stappen in, dat vind ik nu nog moeilijk om antwoord op te geven. Dat zou bijvoorbeeld ook iets zijn om in een goed onderzoek uit te zoeken. Maar goed, ik vraag me wel af of je dat helemaal aan het eind moet zetten. Want als je ziet wat een leed er is en een teleurstelling bij mensen voordat ze zo'n heel stappenplan hebben doorlopen, terwijl dit waarschijnlijk behandelingen zijn die een hoop van deze mensen echt goede resultaten zou kunnen geven in een behandeling en ook blijvende resultaten. Ja, ik kan me voorstellen dat je het ook iets naar voren haalt. Ja, mevrouw Huisken. Ja, ik ben ook mee eens met mijn collega's. Ik denk dat het is voor chronische ziektebeelden. En daarom hebben wij meer structuur nodig en daarom meer onderzoek eigenlijk. Dank u wel. Ja, mevrouw Van Heel, gaat het gaan. Ja, voorzitter, dank je wel. Ja, dank ook weer voor uw inbreng. Even een vraagje over die verslaving. Want zijn dit nou ook weer middelen, ja, misschien een inkoppertje, waar je dan ook weer verslaafd aan kan raken? Ja, dat is een heel goede vraag. Dank je wel. Klopt. Alleen wij zien dat eigenlijk uit onderzoek, eigenlijk die zijn niet verslaafd van de middelen, vooral klassieke psychedelica. En de manier dat wij gebruiken, bijvoorbeeld ketamine of MDMA in de therapeutische setting, is een hele lage dosering. En, dus dat is heel anders dan recreational use
voor de tweede lid. Maar natuurlijk moeten wij heel voorzichtig zijn daarover. Maar wij zijn ook heel voorzichtig bijvoorbeeld in opiaat voorschrijven of in benzodiazepine voorschrijven. Mag ik nog iets eerst meneer Bilstoen. Dat ik daar nog wat op mag aanvullen. Een aantal van de mensen die, die wij behandeld hebben. Ik heb zelf behandelingen gedaan met ketamine en met MDMA. Een aantal van de mensen hadden ervaring met deze middelen zelf al van tevoren. En die zeggen allemaal dat het in die therapeutische setting innemen van zo'n middel echt totaal anders aanvoelt. Dus ja, de verslavingspotentiaal bij deze middelen is al laag. Maar ik denk vooral als je het zo inbedt, zoals wij doen, dat dat inderdaad meevalt. En dat is inderdaad wat mijn collega net ook zei. In het onderzoek zie je ook dat heel, de kans heel klein is. Dank u wel. Ik hoorde nog gepruttel. Ja, voorzitter. Is het ook een opiaat? Ik wil ook iets teruggeven eigenlijk van de in de eerste sessie, de gesloten sessie, dat hebben wij ook gehoord van een van de patiënten direct, dat dat niet verslavend is voor haar. Dus dat was ook een hele mooie aanvulling, denk ik, hier te zeggen. En uw vraag was, is het een opiaat of valt hij hem onder de opiumwet? Dat zijn twee verschillende vragen. Maar goed. U bent de apothekenvoorzitter, dus laat ik dan de vraag 2 nemen. Want mij corrigeren voel ik. Dus, nee, ik zou niet durven. Nee. Ik hou mijn mond. Meneer Bos. Zo. Deze middelen staan inderdaad. Op die opiumlijst is het ingewikkelde, maar het zijn geen opiaten. Sommige van die psychedelica, van de klassieke psychedelica, weten we van dat ze ook pijnstillende werking hebben. Maar dat is vermoedelijk op een heel andere manier dan opiaten dat doen. En opiaten zijn, zoals we wel weten, die hebben wel een fors verslavingspotentieel. Ja. Dank u wel. Mevrouw Den Haan. Ja, dank u wel voor uw komst. Razend interessant. En ik vond het stuk inderdaad 1 jaar therapie in 1 dag ook echt heel mooi om te lezen. Maar ik besef ook dat je er daar niet mee bent. Dus je loopt niet weg en je bent klaar. U zei net zelf al, mensen blijven slapen in de kliniek. Ik neem aan dat er ook een vorm van nabehandeling nodig is. Hoe ziet dat eruit? Meneer Bos. Ja, dus het hele schema wat we nu in ons onderzoek nu doen. Hè, wij doen eigenlijk een voorbereidend onderzoek. Met verschillende plekken in Europa. Om op een gegeven moment die registratiestudie die nu in Amerika loopt, als het ware te reproduceren in Europa voor de EMA. Want dat is wel nodig. Er moeten ook goede resultaten uitkomen. Om het eventueel te kunnen registreren. Hoe het schema er nu uitziet, zeg maar, het behandelschema is met 2 therapeuten heb je 3 voorbereidende sessies van 1,5 uur. En dat ziet er een beetje uit als een reguliere psychotherapie. Je zit tegenover elkaar, je bespreekt gewoon wat mensen bezighoudt, wat de klachten zijn, alles wat ermee samenhangt en bereidt ze tegelijk ook heel goed voor op die achterdurende sessie met MDMA. Nou, dat is dan de 4e sessie, hè? Dat is die MDMA-dag waar we het net over hadden. Daarna komen er weer 3 van die gesprekken van 1,5 uur met de 2 therapeuten. En dan herhaalt zich dat. Dan heb je weer een MDMA-dag en weer 3 therapeutische sessies om dat te integreren. En in de fase 3-studie die in Amerika loopt, zijn het uiteindelijk 3 MDMA-sessies. Wij doen op dit moment 2, ook om te kijken of dat eventueel genoeg zou zijn. Zo ziet het eruit. Wat het wonderlijke is, is dat je vaak na die eerste MDMA-sessie al een enorme verschuiving ziet in klachten. Dus als je echt gaat kijken in de onderzoeken, wat meet je dan? Dan zie je vaak dat mensen al onder die grens duiken van waarbij je kan zeggen, er is nog sprake van PTSS. Alleen, ja, is die verandering is nog maar heel pril. En moet je er heel hard aan werken om dat ook echt een plek te geven. En wat we zien is dat mensen na die periode, dus die periode bij ons, hè, die dan die 12 sessies inhoudt, zie je dat mensen toch vaak nog een tijdje in behandeling blijven om dingen nog te verwerken. En we hebben natuurlijk niet zoveel behandelingen nog gedaan. Je ziet dat vaak mensen toch wel een half jaar tot een jaar daarna nog wel nodig hebben om echt even te landen in die nieuwe realiteit, waarbij mensen soms al 10 jaar klachten hadden. En we weer langzaamaan allerlei dingen gaan oppakken. En bijvoorbeeld weer aan het werk kunnen. Dus zo ziet dat er ongeveer uit nu in praktijk bij ons. Maar deze cyclus,
Dat is één klinische opnamesessie. Dus het is niet zo dat iemand na die dag weer naar huis gaat... en dan weer terugkomt. Wat is de doorlooptijd, zeg maar, van deze cyclus? De opname, het slapen, zeg maar, dat doen we na de MDMA-sessie. En dat is de vraag of dat blijft. Dat is, denk ik, ook een beetje in deze fase als vervolgdheid erin gebouwd. In praktijk zien we dat dat waarschijnlijk niet nodig is... als mensen thuis een gewoon prettige omgeving hebben, een ondersteunende omgeving. Dus dat moeten we nog zien hoe dat uitpakt. In een studie met twee MDMA-sessies is het twee keer slapen bij ons op de kliniek. Vermoedelijk gaat dat er in de toekomst af bij de meesten. De hele doorlooptijd, dus het hele traject, is zo'n beetje een maand of twee, drie. Oké, dank u wel. Meneer Mohandes. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, het gaat enigszins ook voor mij een wereld open van nieuwe inzichten. Voorzitter, dank ook aan de insprekers. Ik had eigenlijk de vraag, er wordt ook... In de voorbereiding hierop lees ik ook de opiumwet. Die werkt beperkend. Stel nou dat we de wet wat zouden oprekken. Hoe zouden we dit dan... zouden we dit kleinschalig moeten doen? Hè, om te kijken van werkt het? Hè? Dus hoe voorkomen we dat het in één keer een soort uitwaaier is... en kijken hoe het landt? Dus ik ben benieuwd naar jullie... inbreng of visie op deze richting in type van experimenten uitwerken of iets in die richting. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ik stel hem aan alle drie, maar kijk. Ja, u mag alle drie antwoorden, maar meneer Bostoen begint zo te zien. Ja, dat is goed. Dat is een goede vraag. Wij denken wel dat het iets is om in gespecialiseerde centra toe te passen. Hoe dat er dan in praktijk uitziet... Wij hebben nu met die MDMA-therapie twee behandelaren eigenlijk. Hè? Dus een model zou kunnen zijn dat je een goed uitgerust centrum zou hebben... waar heel ervaren therapeuten zitten. En mensen uit andere instellingen bijvoorbeeld... met patiënten die ze al kennen... bijvoorbeeld naar zo'n centrum zouden gaan... om die intensieve behandeling vorm te geven. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Je kan ook denken aan hoe het nu met elektroconvulsietherapie gaat. Dat er een aantal centra zijn in Nederland die dat doen. Waar mensen dan aangemeld kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld ook een model kunnen zijn. Misschien gaan we op een gegeven moment... Je ziet dat er veel meer stoornissen zijn die waarschijnlijk goed reageren op deze behandeling. Je weet, gaan we er ook wel naartoe dat dat in alle grote instellingen voorhanden zal zijn... Dat vind ik lastig op dit moment in te schatten hoe dat eruit moet gaan zien. Dat is echt afhankelijk ook van wat de resultaten de komende tijd worden met de verschillende studies. Mevrouw Esken, nog iets toe te voegen? Ja, ik ben het helemaal mee eens eigenlijk. Wij zien met deze vraag ook dat wij zijn echt in het prilfase eigenlijk. En aan het kijken van de resultaten van onderzoeken. En dan hopen wij een structuur daarbij te bedenken. Mevrouw Verhaert, ja, gaat gaan. Ja, in de aanvulling op mijn collega, wat we nu zien bij de esketamine, de neusspray. Ik ben inderdaad van mening dat er gespecialiseerde centra, dat er een netwerk van gespecialiseerde centra zou moeten komen waar dit soort gespecialiseerde behandelingen aangeboden wordt. En wat je nu ziet gebeuren is, doordat de zorgverzekeraars in de hand hebben welke instellingen gecontracteerd zijn, dat er eigenlijk een willekeurige keuze is gekomen in instellingen, soms kleine vrijgevestigde praktijken, die behandeling kunnen aanbieden. Terwijl andere gespecialiseerde instellingen waar ook behandelingen zoals de elektroconvulsietherapie of gespecialiseerde depressiebehandelingen al worden aangeboden, dat die nog niet met de neusspray kunnen werken. Dus dat is eigenlijk een hele onlogische verdeling van deze behandelvorm. Dus op het moment dat we daar als beroepsgroep meer de regie in kunnen creëren, er zijn inmiddels criteria voor welke instellingen aan de voorwaarden voldoen om deze behandeling aan te kunnen bieden. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat dit ook alle instellingen zijn die de behandeling kunnen aanbieden. Dus als daar meer regulering in zou komen, dan zou er ook een betere landelijke dekking en meer capaciteit zijn. Dank u wel. Ja, heel kort. Ja, meneer Manders? Nou, ik wou echt mevrouw Meijer en dan... Ja, ik weet niet of er nog een tweede ronde komt, hoor. Maar mevrouw Meijer in ieder geval. Ik zal het proberen kort te houden. Dank voor uw komst. Ik had een vraag aan mevrouw Verhaert over het onderzoek naar esketamine. Dat was, als ik u goed begrijp, voor 20-30% van de mensen die niet opknapt van andere reguliere behandelmethodes.
U vertelde zeg maar, dat uit het onderzoek naar voren komt dat het belangrijk is om de patiënt goed voor te bereiden, een veilige omgeving en nazorg. Maar zou u misschien iets meer kunnen vertellen over de resultaten zeg maar, bij de patiënten? Wat zijn hun ervaringen hier nou mee? En is dat dan, is dat dan eenmalig gebruik of is dat dan herhaaldelijk? Hoe moet ik dat precies zien? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat ketamine of esketamine in dit geval ook iets verschilt van de modellen waarin de andere psychedelica ingezet worden. Wij hebben de afgelopen jaren in 3 centra in Nederland ongeveer 200 patiënten behandeld met deze off-label behandeling. Ongeveer 40% van de patiënten had er dusdanig profijt van dat ze verder wilden met die behandeling. De behandeling hebben we gedurende 6 weken aangeboden in dagbehandeling of tijdens opname. En patiënten krijgen dan 2 keer in de week de ketamine toegediend, of de esketamine toegediend. Na die 6 weken hebben we een evaluatie gehouden met de patiënt, de naaste en de behandelaren. En tijdens zo'n evaluatie besluiten we dan, is het verantwoord en is het medisch van belang om daarmee door te gaan? En dan kunnen patiënten vervolgens thuis verder met de behandeling. We zien dat als patiënten stoppen met die esketaminebehandeling, dat ze vaak terugvallen in een depressie. Dus in het geval van die ketamine of esketamine is het belangrijker om ermee door te gaan dan met de MDMA of de psilocybine. Dat zijn echt modellen die 1 of 2 keer het psychedelicum toedienen en met psychotherapie en dan vervolgens een natraject met therapie. Terwijl bij de esketamine zien we dat het belangrijk is om daarmee door te gaan. Voor een aantal patiënten is dat 2 keer per week. Bij sommigen lukt het om de frequentie af te bouwen naar 1 keer per week bijvoorbeeld, of 1 keer per 2 weken. Maar we zien wel regelmatig dat mensen terugvallen op het moment dat we er helemaal mee stoppen. Dank u wel. Ik zie nog een brandende vraag bij mevrouw Haan. Ja, want u gaf aan inderdaad dat depressie in de top 10 staat van ziekteverzuim. Dat is nogal wat. Het kost eigenlijk de samenleving heel erg veel geld. U gaf ook aan dat met die esketamine, met die neusspray, dat maar 150 mensen daar gebruik van maken. En nu zou er zo al, het zou voor 1500 eigenlijk beschikbaar moeten zijn. Maar hoe kan het dan, waar zit hem dat dan precies? Want het zit in het basispakket, dus de verzekerde zorg. Waarom wordt het dan toch niet overal, zeg maar, gewoon voorgeschreven of meegenomen in de behandeling? Ja, ik denk dat er veel instellingen in Nederland zijn die graag met die neusspray aan de slag willen gaan. Die hun patiënten daarmee willen behandelen. Want het zijn natuurlijk behandelaren die merken dat ze vastlopen. Dat ze patiënten niks meer kunnen bieden. Dus vanuit de zorginstellingen is er absoluut vraag om daarmee aan de slag te gaan. Maar de zorgverzekeraars mogen zelf kiezen welke instellingen ze contracteren. Dus welke instellingen ook echt vergoed worden op het moment dat ze die behandeling aanbieden. Het is voor zorginstellingen niet mogelijk om zo'n behandeling van duizenden euro's aan te bieden en daar geen vergoeding van te krijgen vanuit de zorgverzekeraars. Dus dat is waar het spaak loopt. Ja, daar kunt u natuurlijk nu niks aan doen, maar ik wilde alleen maar even opmerken. Het is toch de wereld op z'n kop. Als verzekerde zorg is, dan zou iedereen daar toch toegang toe moeten hebben. Maar neem maar dat u dat met me eens bent. Oké, nou dan komen we aan het eind, want we hebben nog een 4e blok. Tenzij meneer Mohandes nog... mag ik u hartelijk danken om de inzichten vanuit de kliniek met ons te delen. Straks gaan we een blokje dat heet toekomstperspectieven. En ik schors even voor enkele ogenblikken om dat gereed te maken. Dank u wel. Dank u wel. Enter the conference pin. Welcome to the conference. You are the only participant in the conference.
Okay. Good afternoon for the people here in and good morning, Mr. Farzin. I hope you can hear me. We can hear you. Yes. I would like to welcome you to this conversation. My name is Bart Smals. I'm the chairman of the Committee of Health, Welfare and Sports of the Dutch House of Representatives. And I'm sitting here with Mr. Sneller, Mrs. Den Haan, Mr. Mohandes and Mrs. Meijer. I also like to welcome the other two speakers, Mr. Breeksema and Mr. Schoevers. But as you know, Mr. Farzin, we're talking today about therapeutic and medical use of psychedelics. We have already heard several speakers. May I ask you to introduce yourself and explain your vision on the topic in a maximum of about 5 minutes. And after you have spoken, I'll give the members of the parliament and they will ask you questions. Then we will conclude your part of this this conversation, and then we'll continue in Dutch after that, because we are Dutch parliament, so we should talk Dutch mostly. Thank you very much again, and maybe the floor is yours. Great, thanks. Good day, and it's a pleasure to be with you. I have special respect for the Netherlands because of certain liberal approaches to societal values, and so it's a pleasure to present. I'm a palliative care physician. I work in Montreal, Canada, and I teach at McGill University. I've been working very closely with Theracil, which is a nonprofit organization also based in Canada and British Columbia. And essentially what we've been able to do in Canada in the past year and a half has been to get access to therapeutic use of psilocybin in the context of case-by-case Health Canada approved permission being granted. And so, as we know, there are many conditions that our current medical treatments aren't really addressing appropriately. This includes treatment-resistant depression, post-traumatic stress disorder, and other mental health disorders, as well as existential distress that exists oftentimes when we're dealing with a life-threatening illness. And we simply don't have the right tools to help our patients. And, my understanding is that in the Netherlands, patients that are suffering from such illnesses have the right to end their life in the medical system. And so based on that argument of, someone having the right to take their life away, they should have the right to try these psychedelic therapies. And so that battle is ongoing in the United States, but in Canada, they started granting permission to these patients at the end of life to obtain this therapy. And it's an ongoing struggle to be able to provide fast care to these patients. And luckily in Quebec, we've been able to do it here in the public system. And this way we've been treating our patients with this therapy very successfully. It's a conservative approach because the research is still ongoing. For substances like MDMA, it's in a phase 3 trial, which is one step before availability in the market. And for psilocybin, there are phase 2 studies ongoing. So we are conservative in terms of who we kind of allow to participate in this therapy. But when done appropriately and selectively, we've had very positive results. And so what I would say is that, these therapies are coming to the medical system, and the research is strong enough such that organizations like the FDA have given breakthrough status. And so
I think the sooner the governments can act and bring these to the medical system, the better it will be for the patients. Because ultimately, patients are coming to us suffering, and our goal is to alleviate suffering. And we have these tools available, and to have them officially in our medical system with the medical personnel trained, and ultimately with insurance and the public system covering it, is the fair way to provide such access to patients. Thank you. Okay, thank you very much. Well, Mr. Sneller, yes? Thank you very much for that presentation. As a liberal in the Netherlands, I look with some jealousy to some of your more liberal drugs policies, I must say, but maybe taking it to the more medical sphere. Are there some of the best practices in Canada, since you seem to be quite far ahead in some respects, which we could learn from? And also maybe focus on this the role of the nonprofit that you mentioned. Yeah, the role of the nonprofit, first of all, was that, you know, they essentially started an advocacy campaign. So on behalf of four cancer patients with advanced illness, they started an advocacy campaign, and they started communication towards the Ministry of Health at the time, indicating that, you know, why can I not have access to this treatment that has a fair amount of evidence that shows its efficacy and safety? And so it was a persistent public campaign that led to the Minister of Health granting permission to these patients to obtain, sort of in the black market, access to psilocybin therapy. And since then, it's evolved, because what happens is, you know, government bureaucracy takes time. And so, you know, we were seeing patients suffering and many of them dying without being able to get access to this treatment. And so the laws have advanced such that now Health Canada places psychedelic therapies in a special access program, which is a program that was traditionally used to get things like HIV drugs before their approval. Or if there are other drugs, let's say in the European Union, that aren't available here, a physician can ask to get special access. And so that's where it's at now in Canada. And I think a similar thing should exist in the Netherlands. I know that Switzerland has also something similar, where patients can request the right to try a certain medication. And that's essentially what we're doing here, is the medicalization of this therapy. And over-medicalization is not a good thing, but under-medicalization and not having this treatment option available in the medical system is also not a good thing. Thank you. Mrs. Dehaene? So do I understand well that psychedelics are not officially approved yet as medicines, but you have a national program? How is the process of being psychedelics, let it be approved as official medicine? Mr. Fauzi? Yeah, so that's a great question. In general, they have to go through various phases of research. And so psychedelic medicines, if we broadly categorize it, are right now in the last phase of research, at least MDMA is in phase three. And this is not only for North America, but also for Europe. And so what's happening is that, you know, once the research demonstrates the safety and efficacy profile that's necessary for a medication, then it becomes officially approved. And so until that happens, which has not happened, Health Canada will look on a case-by-case basis. So me as the physician sends a package to Health Canada asking for permission for a specific patient to get access to a specific medication with the research evidence that exists. And then based on that, they grant permission. And so, you know, the work is done through research, which is what we're doing. And we're at the cusp of the research reaching a point where these medications will be available just like any other medication. Thank you. Mr. Mahanders? Yeah? Thank you, Mr. Hohman. Can you tell us more about which kind of policy changes you needed to introduce this kind of approach in Canada? Because as politicians, we are looking for
possibilities to change our, maybe to change our approach if there's a majority. So can you tell us more about the policy issues? Yeah, I mean, there's been a lot of back and forth and looping. You know, like if we look at the history of how this happened in the past year and a half, the first four permissions granted were given in the context of these exemptions. And what the exemption says is that this patient has a right to obtain essentially an illegal substance and use it for a medical purpose. And so that's how it started. And it's important to say this is how the cannabis legalization process started as well in Canada. So what happened is initially the government of Canada, Health Canada, gave permission to these four patients to obtain essentially illegally or grow their own magic mushrooms and then use it in a medical setting. And, you know, because of the flood of demand that came from all over the country, they essentially went and used an existing program, which was the special access program, which, like I said, it can be used for chemotherapy drugs. It can be used for HIV or any other medication that's not available in the country but exists in other places. And so they added psychedelic compounds to this existing program. So I'm not sure if such a program exists in Holland currently, but it probably does, where prescribers can essentially obtain medications that aren't approved in the Netherlands to use on a case-by-case basis. And so I think that is definitely one step, is, you know, having a pathway where a specific prescriber can present a case to a particular committee, let's say a committee like yours, that essentially looks at the evidence and grants this permission. The bottom line is, you know, there is a need for a committee of experts. One of the issues we've been having at the policy level in Canada is that the policymakers don't always consult with the healthcare professionals. And so that's happening actually right now in Alberta, where just a few days ago they announced that they're going to regulate psychedelics. And it seems like the way they're regulating it is actually going to cause more restrictions than access. And so what I think should be done is that the government needs to work with the scientists and the physicians and the medical community in order to establish some sort of guideline as these things roll out, because they're inevitably coming. And so the sooner we can have people that are experts in this field working with policymakers, that's the best way to figure out, you know, a solution that's best for the Dutch people. Thank you very much. Mrs. Meyer, yes, for... Yeah, thank you very much. Yes, thank you, Chair, and thank you for your presentation. This morning, we mostly heard about the possible benefits for of the use of psychedelics for patients with depression or PTSS. Did I understand you correctly that you mentioned that these therapies are also beneficial for people with cancer or people at the end of their life or people with another life-threatening disease? Could you tell a bit more about that? Yeah, exactly. So my focus has been more on the second, which is individuals with life-threatening illness, particularly cancer patients with advanced cancer that have no chance of cure. In some cases, even cancer that's in remission leaves people with depression and anxiety that is very difficult to treat. This is a very interesting area where we're doing a lot of scholarly work to try to better understand the specific distress that people have related to their life, related to a life-threatening illness. And the reality is that current evidence shows that we don't have good treatments for these kinds of patients. You know, they have depression, they have anxiety, but it has a different quality than, let's say, your standard treatment-resistant depression. And so specifically for this population, psychedelic therapy has been very beneficial. And the evidence for this dates back to the 60s. Some of the first studies done in Europe
using LSD were done for patients with advanced cancer and existential distress. And so we have essentially decades of evidence that shows how effective these treatments are for patients at the end of life. And, you know, that is where this argument is strongest, is that, you know, if you're in a situation where you have a limited time to live, you're in constant pain and agony, you have a right to get a medical-assisted suicide, why can't you have access to this experience that so far has demonstrated extreme efficacy? Okay, thank you very much. On behalf of the committee, I would like to emphasize our gratitude for your being with us, especially because it's very early where you are right now, I think. And I would like to continue in Dutch and with the conversation with Mr. Breeksma and Mr. Schroefers. So thank you very much. It's been a pleasure, thank you. Thank you. Goed, in het Nederlands. Welkom. Dank u wel. Voor u ook de gelegenheid om even in 5 minuten kort een toelichting te geven. En dan komen de vragen van de collega's vanzelf. Dank u wel. Allereerst dank voor de uitnodiging. Heel fijn dat u de moeite wilt nemen om geïnformeerd te worden over dit veld, waar toch hele nieuwe en hoopgevende dingen gebeuren. Mijn naam is Robert Schroefers. Ik ben hoogleraar psychiatrie en hoofd van de afdeling psychiatrie in Groningen. En u bent de dag begonnen, of deze sessie begonnen, met de verhalen van patiënten met hele ernstige stoornissen. Hun wanhoop, hun niet functioneren en wat bij een aantal van die mensen deze middelen kunnen bewerkstelligen. Dat is precies wat in ieder geval mij en mijn groep motiveert om te kijken hoe we bij de meest zieke mensen toch verbetering kunnen bereiken. De collega uit Canada refereerde daar ook aan. Wij zien mensen die ook al consultatie bij de levenszijnde kliniek hebben gedaan. Dus het is soms echt leven of dood. Niet bij iedereen, maar dat is wel de ernst van de problemen waar het om gaat. Er zijn een aantal dingen gezegd over de ziektelast. Dus de ziektelast van psychische stoornissen, als je ze optelt, is meer dan van welke andere lichamelijke ziekte ook. Het is de nummer 1 oorzaak van arbeidsproductiviteit. Het leidt tot een aanzienlijke verkorting van de levensduur door lichamelijke gezondheid, maar ook door suicidaliteit. En u kent alle de berichten over de enorme wachtlijsten in de GGZ. Het zijn juist ook deze mensen met chronisch recidiverende aandoeningen die natuurlijk een enorm beslag op die zorg leggen. Dat vragen ze niet om, maar zo gaat het wel. De aantallen van die patiënten, daar werd net een vraag over gesteld. Als je alleen naar therapieresistente depressie kijkt, dan heb je het over 40.000 of 50.000 patiënten in Nederland op enig moment. En dan is dat 1 diagnose. Dus het gaat over vele tienduizenden mensen die we op dit moment niet voldoende kunnen helpen. Dat betekent niet meteen dat ze met psychedelica geholpen zijn, maar het betekent wel dat daar een enorme unmet need is. Wij zijn begonnen met behandelen in het kader van compassionate use. Dus wij zijn begonnen met esketamine, wat al 30 jaar wordt voorgeschreven door artsen, met name anesthesiologen. En we zijn eigenlijk langzamerhand, mijn collega Van Aert heeft daarover verteld, steeds meer onder de indruk geraakt van wat dat mogelijk maakt bij patiënten, wat het aan hun levenskwaliteit kan verbeteren. U moet zich realiseren dat in de wetenschap de doorlooptijd tussen het hebben van zo'n ervaring, ik ben er ongeveer 2012, 2013 mee begonnen. De doorlooptijd tussen een kleine pilotstudie en wat ervaringen, dan een aanvraag schrijven, dan moet je door een aantal commissies heen, dan word je nog een keer afgewezen. Dat duurt ongeveer 2 jaar. Dan, als je geluk hebt, heb je geld. Dan ga je een hele infrastructuur voor een studie neerzetten. Dan kom je met allerlei administratieve checks en balances. De doorlooptijd tussen het idee en de eerste paper is tussen de 8 en de 10 jaar. 1 project. Voor een volgend project ga je dat helemaal opnieuw optuigen. Ondertussen zijn allerlei mensen wanhopig op zoek naar behandeling.
Ondertussen zijn er allerlei commerciële initiatieven voor mensen met en zonder stoornis. En is er ook een risico op incidenten, op dingen die misgaan, op ongecontroleerd aanbieden aan mensen die misschien te kwetsbaar zijn. Ondertussen is ook het industriebelang, loopt denk ik deels parallel met wat je als klinicus en als patiënt zou willen. En tegelijkertijd misschien ook niet altijd. We kennen allemaal de excessen van de farmaceutische industrie die bepaalde drugs kapitaliseert en daar dan maal 100 de prijs voor vraagt. Ondertussen is er eigenlijk niet een systematisch programma wat zegt, als je deze middelen bij mensen met deze en deze psychiatrische indicaties wil gaan toepassen, als je dat op een verantwoorde manier wil doen en als je ook tempo wil maken, dan moet je eigenlijk deze 5 vragen beantwoorden. Er is geen programma wat op die manier werkt. Het is een onderzoeker die heeft een idee, die zoekt naar een call waar hij dat idee kan beleggen. Na een paar jaar lukt dat en dan heb je na 10 jaar data en iemand anders heeft na 10 jaar data over een ander aspect. Er is geen gecoördineerd programma. Dat betekent dat eigenlijk we op dit moment hebben een vertraagde, suboptimale en mogelijk te dure en te langzame implementatie. En misschien nog niet eens voor de juiste patiënten. Want we weten eigenlijk nog niet zo goed what works for whom. Dus ons pleidooi is een gecoördineerd programma neer te zetten. Wij denken aan dat als je in euro's denkt, kost dat ongeveer 200 miljoen euro. Dat is een gezamenlijke investering van partijen. Waarin we een hele serie trials willen neerzetten op 5 grote indicaties. Depressie, PTSD, chronische pijn, dus een neurologische aandoening. Verslaving en dan een groep OCD eetstoornissen. En ik noem ze in die volgorde omdat OCD eetstoornissen eigenlijk nog het minste bewijs. Maar er zijn ook wel heel allerlei aanknopingspunten om te denken dat het daar zou kunnen werken. En wij willen eigenlijk dus met 25 hooggespecialiseerde instellingen in Nederland die allemaal een specialisme hebben op die stoornisgebieden, willen we een netwerk bouwen waarin we een groot aantal goed gecoördineerde trials kunnen neerzetten. Waarin we dus niet per studie alles opnieuw moeten doen en eindeloos gaan achterlopen, maar waarin we een forse investering doen in een data-infrastructuur, in een research-infrastructuur, in kundige mensen. En we dus een enorme versnelling kunnen maken. En we daarmee de grote vragen kunnen beantwoorden die je moet beantwoorden om het vervolgens op een verantwoorde manier te kunnen implementeren. Dus we willen de tijd, die anders 30 jaar is, willen we naar 10 of 15 jaar brengen. En we willen ook investeren, daar zal mijn buurman daar nog van alles over vertellen, in de context die je daarvoor nodig hebt. Dus de opleiding, de certificering, want dit gaat ook over schaal. Als wij willen dat het impact heeft voor de BV Nederland, allereerst voor patiënten en familieleden, maar ook voor de arbeidsproductiviteit van Nederland. En als we ook willen dat het nieuwe business oplevert, nieuwe initiatieven, misschien nieuwe samenwerkingen tussen industriële partijen, aanbieders, patiënten. Het wordt wel genoemd een paradigm shift. Nou, dat is misschien wat heel hoog over. Maar het is toch een nieuwe benadering waar ook nieuw zorgaanbod gecreëerd kan worden. En als laatste, en dan ben ik denk ik redelijk op mijn 5 minuten. Nederland is zeer goed gepositioneerd om dit te doen. Er is geen land in de wereld waar dit zo goed kan. Wij hebben een GGZ die uitstekend geautomatiseerd is. Dus waar je die uitkomstmetingen ook op langere termijn kan doen. En je kan, dat vraagt van alles, maar je kan die data zeg maar systematisch eruit halen om te kijken, niet alleen maar wat doen die middelen op de korte termijn, maar ook wat doen ze op de langere termijn. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het voor die patiënten om gaat. We hebben een cultuur waarin we, zoals de collega al zei, enigszins pragmatisch kunnen kijken naar medische toepassingen van dit soort middelen. We vliegen niet meteen de gordijnen in, omdat het ook drugs zijn. Het is wel iets waar je heel serieus naar moet kijken. En we hebben een GGZ waarin veel hoogopgeleide professionals, goed opgeleide professionals zijn. Er is bijna geen land waar in al die instellingen zoveel psychotherapeuten, psychotherapeutisch geschoolde mensen werken. Dat is allemaal nodig om uit te zoeken
hoeveel van die parallele psychotherapie moet je doen? Hoe ga je hier zorgmodellen van maken die feasible zijn? En wij zijn dus nu bezig met het opzetten van een consortium van aanbieders, van patiënten, ook van een aantal industriële partners. En onze vraag is, de allereerste optie die wij zien, is een aanvraag bij het Groeifonds. Omdat we denken dat het daar op allerlei manieren bij zou kunnen passen. Onze eerste vraag zou zijn aan het ministerie van VWS. Bent u geïnteresseerd om via de zogenaamde departementale route met ons op te trekken om te kijken of we hier gezamenlijk de schouders onder kunnen zetten? Daarnaast hebben we een aantal vragen, daar zou Jannik nog wat over zeggen. Er werd iets gezegd over de opiumlijst, over compassionate use. Dus we moeten denk ik ook flankerend beleid voeren over hoe je op een zuivere, maar ook enigszins ruimhartige manier middelen kan toelaten, zodat je ze ook snel kan uitproberen. Ik heb niet een juichverhaal dat iedereen hier beter van gaat worden, maar ik ben wel overtuigd dat dit voor het eerst in jaren een hele serieuze optie is om het leven van mensen te verbeteren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Breeksma. Als u, meneer Schroevers, als u hem uit wil zetten, de microfoon. Anders... Ja, dank u wel. Ja, veel dank voor de uitnodiging. Ik zal een iets soberder verhaal houden naar dit bevlogen pleidooi van mijn buurman. Mijn naam is Joost Breeksema. Ik ben ook onderzoeker aan het UMCG, waar ik voornamelijk onderzoek doe naar patiëntervaringen die zijn behandeld met psychedelica. En daarnaast ben ik ook directeur van non-profit organisatie Stichting Open. Het Nederlandse expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica en therapeutische toepassingen daarvan. Ik zal heel kort even wat vertellen over wat wij doen. Wij stimuleren wetenschappelijk onderzoek en hebben ook een centrale netwerkfunctie in dit veld. En we richten ons primair op het vergroten van kennis, van samenwerking en het creëren van wetenschappelijke, klinische en maatschappelijke meerwaarde. En dat doen we door onderzoekers, beleidsmakers, andere professionals bij elkaar te brengen, kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar therapeutische toepassingen van psychedelica te stimuleren. En ik denk ook heel belangrijk op een objectieve en neutrale manier over de risico's en het potentieel van psychedelica te communiceren. We organiseren workshops, expertmeetings, congressen. Ik hoorde de heer Snelle net al zeggen, wij organiseren denk ik het grootste wetenschappelijke congres over psychedelica in Europa. Misschien ook wel daarbuiten. Interdisciplinair. En onze belangrijkste missie op dit moment is denk ik, en dat sluit aan wat professor Schroevers net zei, om ervoor te zorgen dat psychedelica ondersteunde therapie, en dat benadruk ik altijd, als die goedgekeurd worden op een veilige, verantwoorde, ethische en ook duurzame manier in de GGZ infrastructuur ingepast kunnen worden. En dat daarbij patiëntbelang voorop staat. En dat blijkt ook uit mijn onderzoek met patiënten. Dat is niet automatisch het geval. En in de 15 jaar dat wij bestaan is er veel veranderd. Er is inmiddels, mede dankzij de veelbelovende resultaten uit klinisch onderzoek, veel positieve aandacht voor psychedelica. Niet alleen onder wetenschappers, maar ook onder klinici, maar ook in de media. En nou ja, in tijden waarin miljoenen mensen Netflix-series kijken over psychedelica, er staat nu een populaire serie op Netflix genaamd How to Change Your Mind, blijft het ook dan belangrijk om helder te communiceren over de risico's. Gebruik van psychedelica, dat weten we, leidt niet tot verslaving. Ze kennen een laag risicoprofiel en lijken ook onder professionele begeleiding veilig te kunnen worden gebruikt. En ik zeg het nog een keer, ik weet dat het gedurende deze hele ronde tafelsessie meerdere malen naar voren is gekomen, maar het gaat hier om therapieën voor mensen met ernstige aandoeningen, waarbij psychedelica worden ingezet ter ondersteuning van een therapeutisch proces. Dus het gaat niet om de middelen zelf, het zijn katalysatoren voor een therapeutisch proces. En daarmee wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de praattherapieën die we kennen, het dagelijks gebruik van antidepressiva. En ze zijn ook niet zo gericht op het verminderen van symptomen, maar ze wekken diepe persoonlijke ervaringen op. Mensen, nou ja, u heeft het vanochtend ook gehoord, kunnen geconfronteerd worden met iets waar ze in de kern mee worstelen. Het levert soms belangrijke inzichten op in hun eigen gedrag of in relaties met anderen. Een ander perspectief op hun leven. Soms ook spirituele of religieuze-achtige ervaringen. Of toegang tot emoties die weggestopt zijn. En dat kan inderdaad heel mooi en betekenisvol zijn, maar ook moeilijk en pijnlijk en soms erg lastig. En waar patiënten soms vastlopen in gangbare behandelingen, kan dat met therapie ondersteund door psychedelica binnen korte tijd leiden tot diepgaande veranderingen. Niet alleen acuut op het niveau van iemands klachten, maar ook
op zingeving, betekenis in het leven, relaties met naasten, persoonlijke stijl en kwaliteit van leven. En professionele begeleiding is echt essentieel om dat proces goed te begeleiden. Dus niet alleen tijdens de sessie zelf, maar ook in de dagen, de weken, de maanden, misschien ook wel de jaren daarna. En juist bij kwetsbare patiënten is het zo belangrijk dat zij worden begeleid door niet alleen BIG-geregistreerde therapeuten, maar ook therapeuten die goed getraind zijn in het omgaan met mensen in een veranderde bewustzijnstaat. Want daar gaat het om. En dat vraagt om specifieke therapeutische vaardigheden. Dat zit niet in ons huidige curriculum. Dus naast zo'n grootschalig onderzoeksprogramma, wat ik volledig ondersteun, waarvan ik denk dat het heel erg belangrijk is, hebben we ook een zorgvuldig opgesteld trainingsprogramma nodig. En dat kan alleen maar werken met nauwe betrokkenheid van de secundaire, de tertiaire behandelinstellingen. Dus zeg maar de specialistische GGZ, de UMC's, maar ook de beroepsverenigingen van psychiaters, van psychologen, patiëntvertegenwoordigers en de overheid. En momenteel, onze belangrijkste bottleneck is denk ik dat er nog maar weinig getrainde therapeuten zijn. Dus om deze behandelingen beschikbaar te maken, als wat er aan staat te komen, moet de trainings- en de supervisiecapaciteit substantieel opgeschaald worden. En dat is echt de voornaamste bottleneck om te zorgen dat patiënten toegang krijgen tot deze behandelingen. En waarom benadruk ik dat punt hier? Robert zei het net ook al, er is bij patiënten en GGZ-professionals veel behoefte en ook enthousiasme over nieuwe effectieve behandelingen. Maar de GGZ die staat onder druk en de instellingen zijn nog niet ingericht op het werken met psychedelica. En er is sinds een aantal jaar ook groeiende interesse vanuit de farmaceutische industrie. Maar u zult dat misschien weten, voorzitter. Hun expertise en belang liggen vooral in het ontwikkelen en patenteren van medicijnen. Dus, en productiewijze daarvan. En de innovatie ligt vooral op het niveau van op het molecuulniveau. En ik zeg het nogmaals, hierbij gaat het om ondersteunde psychotherapie, dus de behandelwijze, de interventie. En de mechanismen van onze geneesmiddelenautoriteiten zijn daar ook niet op ingericht. Die zijn ingericht op het beoordelen van medicijnen, om te bepalen of ze veilig zijn, of ze op de markt mogen komen. Maar ze beoordelen geen interventies. En terwijl het juist die context is, die begeleiding die de veiligheid en de effectiviteit bepaalt. Dus hoe, waar, door wie ze worden gegeven. Dus alleen wanneer alle betrokken partijen hierin gezamenlijk optrekken, dat zijn dus onder andere de relevante ministeries, financieringsorganisaties, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars. Maar we hebben ook in Nederland een organisatie genaamd FAST, die ingericht is om dit soort innovatieve en veelbelovende interventies te versnellen. Kunnen deze nieuwe behandelingen veilig, maar zonder enige vertraging terechtkomen bij de patiënten die ze ook nu al hard nodig hebben. En dat zorgt niet, denk ik, als we daarin samen optrekken, niet alleen voor betere, maar ook voor betaalbare en toegankelijke behandelingen. En maakt het mogelijk dat patiënten met ernstige, levensbedreigende aandoeningen al op de korte termijn, bijvoorbeeld door middel van dat soort compassionate use programma's, behandeld kunnen gaan worden. En therapeuten ook opgeleid. Wij hopen op uw steun. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar links. Snel. Dank, voorzitter. En voor de full disclosure, de heer Brixema heeft ook meegedacht met de opzet van dit rondetafelgesprek, waarvoor veel dank. Het is een mooie moonshot pitch, die denk bij de begroting VWS hopelijk aan de orde zal komen. Dan toch even de wat bescheidener ambities ook. Het flankerend beleid, wat in dit huis dan vaak het laaghangend fruit wordt genoemd. Wat zijn nou dingen die iets makkelijker te regelen zijn dan 200 miljoen, waar u wel mee geholpen zou zijn? Meneer Schroevers. Nou ja, ik denk dat veel van de ingrediënten vanochtend zijn gepasseerd. Er is binnen het veld en ook überhaupt in de samenleving op dit moment een enorme belangstelling. Dus het ontbreekt niet aan jonge klinici, jonge wetenschappers die hier hun ziel en zaligheid aan willen verbinden om te kijken hoe dit precies werkt, bij wie het precies werkt, hoe je dat het beste kan aanbieden, et cetera. Het ontbreekt ook niet aan patiënten die, het is ook al gezegd, soms wanhopig op zoek zijn naar betere behandelingen. Dus mensen melden zich spontaan voor dit soort behandelingen, ook als we op dat moment geen trial hebben lopen. En ik vind het vervelend om dan toch de geldbuidel om daar weer op terug te komen. Maar
dat is wel iets wat heel veel regisseert van hoeveel ruimte en hoeveel focus je kunt maken. Dus dat is denk ik een kernpunt. En ik denk dat het interessant is om te kijken van, is dit nou alleen een zorginterventie? Of is het ook een investering in Nederland, om Nederland productiever, competitiever te maken? En ook om internationaal, kijk, als ons dit lukt, zijn we de eerste in de wereld die op deze schaal met deze nieuwe middelen en toepassingen zou kunnen werken. Dus het heeft denk ik een spin-off die nog veel ruimer is dan uitsluitend de kern daarvan, dat patiënten er een beter leven van krijgen. Nou, er is iets gezegd over mogelijkheden voor fast track, compassionate use. Ik denk dat dat op zich zinvol is. Dat geldt natuurlijk vooral voor middelen die nu niet al op de markt zijn met een andere indicatie. Hè? Want dat is eigenlijk het makkelijkst. Zo zijn wij ook begonnen. En ik denk ook dat we gaan ook zoeken naar andere opties om met kleinere brokken, zeg maar, dit bouwwerk te maken. Maar ik denk wel dat het voordeel van de moonshot, als je kijkt naar de oncologie, die hebben heel vaak gezegd, we moeten massaal investeren. Want hier, dit raakt de levens van ontzettend veel mensen. Dat geldt voor psychische stoornissen minimaal zoveel. Je kunt zien dat de prognose van heel veel kankervormen, als je dat nu vergelijkt met 30, 40 jaar geleden, die is enorm verbeterd. De prognose van psychische stoornissen is maar beperkt verbeterd. Wij hebben in de psychiatrie niet een dergelijk megalomaan programma gehad om die versnelling te maken. Dus ik wil graag met u meedenken over alternatieven. En natuurlijk zijn we blij met alles wat die agenda verder helpt. Maar ik wil toch nog even benoemen dat als je niet groot wilt denken, dat je dan ook minder progressie gaat boeken. Ik wil wel groot denken, hoor. Meneer Breeksma, wilt u nog wat toevoegen? Ja, ja, nou ja, ik ben het er volledig mee eens. Maar ik denk ook dat dit is een, het gaat om de volksgezondheid. En ik denk dat hier een taak voor VWS ligt. Kijk, veel van het onderzoek is tot nu toe gefinancierd door donaties, door filantropen, door non-profits. En nu inmiddels door de farmaceutische industrie. Maar ik hoop dat we hebben kunnen helder maken dat het complexe interventies zijn en dat regie vanuit VWS hierbij noodzakelijk is. Dus ik denk dat VWS, en dan kijk ik vooral naar het ministerie van Volksgezondheid, in de positie is om de partijen bij elkaar te brengen, de voorwaarden helder uit te werken op wat voor manier met deze middelen gewerkt kan worden, door welke beroepsgroepen, onder welke voorwaarden, welke GGZ-instellingen. Kijk, ik ben directeur van een non-profit organisatie, nu vullen wij die functie soort van in. Maar eigenlijk vind ik dat een publieke taak. Dus ik denk dat ook regie vanuit VWS hier heel belangrijk in is. Dank u wel. Mevrouw de Naan? Ja, daar was ik naar op zoek. Want u zei inderdaad al, bent u geïnteresseerd om langs de departementale weg met elkaar op te trekken? Dus u geeft zelf al aan, VWS zou de regie moeten hebben. Ik denk zelf, interessant is ook voor sociale zaken om aan te haken, bijvoorbeeld. En u zegt, wij faciliteren dat nu eigenlijk daar waar VWS dat misschien zou moeten doen. Maar in hoeverre zijn al die partijen al echt bij elkaar gebracht? Zijn er al overlegtafels? Ja, meneer Schroefers, als u toch wel een beetje kort antwoord wil geven, want ik wil de andere. Ja, ik wil me gelijk even verontschuldigen. Na uw antwoord ga ik meteen weg, omdat ik om 1 uur ergens anders moet zijn. En ik wil de andere Kamerleden ook nog de gelegenheid geven om een vraag te stellen. Meneer Schroefers. Er loopt allerlei overleg en we zijn al behoorlijk ver met het vormen van een consortium waar al die verschillende partijen aan tafel zitten. Meneer Breeksma, ja. Ja, het korte antwoord is ja. We kennen alle partijen, we zijn met alle partijen in contact, onder andere met de mensen hier aanwezig. Dus ja, dat is al in grote mate, bestaan die netwerken al, dus die bieden we graag ook aan als je hier verder mee moet. Ja, dan volgens mij zou het snel geregeld moeten zijn. Maar kijk even naar collega Sneller, toch? Dat is voor het debat, denk ik. Meneer Mohannes.
Dank voor de heldere uiteenzetting. Kijk, waar ik nog een beetje... Maar dat zit wel een beetje in uw verhalen. Is, ga snel aan... Dat is toch een beetje de oproep van... er is veel mogelijk gaan. Of in ieder geval, maak het mogelijk om nog beter aan de slag te gaan. Waar ik nog een beetje naar zoek is de rijkwijde, experimenteel, afgebakend. Kunt u daar nog even iets meer over zeggen? Dus, gewoon overal uitwaaieren of juist proberen ergens te focussen. Ja, niet zo. Ja, er is er straks ook gezegd, de evidentie per stoornis verschilt. Dus bij depressie zijn we al veel verder. Daar zijn de vragen anders dan bijvoorbeeld bij eetstoornissen. Dus we gaan niet overal hetzelfde doen. We gaan per indicatiegebied kijken wat zijn de belangrijkste kennisvragen. Dus welke hobbels moet je nemen om te komen tot implementatie. Maar we willen ook nadenken over schaal. Dus we beginnen met een netwerk van gespecialiseerde instellingen die zeg maar dat gezamenlijk direct kunnen doen. En we denken meteen ook verder over bij welke mensen ga je dat aansluitend toepassen. En daarvoor heb je ook dat hele areaal van getrainde professionals nodig. Dank u wel. Mevrouw Meijer. Ja, dank voorzitter. Dank voor de inbrengen. Ik heb één vraag aan de heer Breeksema. Ik lees dat u promotieonderzoek doet naar de ervaringen van patiënten die hiermee in behandeling ondergaan. We hebben vandaag vooral gehoord natuurlijk over de positieve ervaringen. Maar kunt u misschien ook de andere kant belichten en eventuele risico's en hoe dat beteugeld zou moeten worden? Ja, heel goed. Dank voor deze vraag. Ja, dat... Ik heb onder andere onderzoek uitgevoerd bij deelnemers aan de ketaminebehandelingen in Groningen. En ze uitgebreid geïnterviewd over hun ervaringen tijdens de ketaminesessies, maar ook de voor en daarna. En daar waren behoorlijk wat negatieve verhalen ook. En negatieve verhalen vooral in de zin dat er nog weinig mensen zich niet goed genoeg begeleid voelden tijdens de sessie. Dus, en dat is, denk ik, illustratief voor het nieuw soort behandeling waar we hiermee te maken hebben. Waar voorheen mensen een medicijn kregen toegediend, voorgeschreven en dan uiteindelijk naar huis gingen. Gebeurde dat in eerste instantie bij ketamine ook. Mensen deden dat wel op de afdeling. Maar kregen ketamine een drankje, werden dan in de behandelkamer gezet. En er kwam na een half uur bijvoorbeeld een keer een verpleegkundige langs om even bloeddruk te meten. Niet wetende dat in die periode mensen hele heftige en ook angstige ervaringen hadden en daar dus ook geen steun in ervoeren. En juist door het doen van dit soort kwalitatief onderzoek kwamen we erachter hoe belangrijk het is om mensen daar goed op voor te bereiden. Dus niet alleen te zeggen van je wordt misschien wat duizelig, je voelt je wat dissociatief. Maar echt ingaan op de hele scala aan mogelijke diepgaande ervaringen die mensen kunnen beleven. En mensen tools bieden om zich daaraan over te kunnen geven. En ook, en dat is denk ik vooral in het kader, als het gaat om ketamine nog wat onderbelicht, is dat ook ketamine een psychotherapeutisch potentieel heeft, wat we momenteel nog niet optimaal benutten. En ik denk juist door het samenbrengen van al dit soort ervaringen, ook de negatieve en de moeilijke ervaringen die mensen hebben, komen tot een beter begrip over wat nou de optimale manier is om deze behandelingen aan te bieden. En ik ben blij dat u die vraag stelt, omdat het inderdaad, het is niet alleen maar positief. Mensen hebben niet alleen maar positieve ervaringen. Niet iedereen komt er goed uit. Maar er is dus echt een substantieel deel van de patiënten die daar wel goed uitkomt. En soms is dat ook middels hele moeilijke ervaringen. Zijn het juist die moeilijke ervaringen waar mensen doorheen moeten, waardoor ze iets weten op te lossen wat ze erna verder brengt en van hun klachten afhelpt. Dank u wel. We komen aan het eind, zo te zien. Ja. Hartelijk dank in ieder geval. We zijn begonnen vanochtend met patiëntervaringen. Toen de wetenschap, daarna vanuit de kliniek en nu ook een beetje een poging om te kijken waar we heen moeten. Ik vond het persoonlijk razend interessant. Maar ik weet zeker dat de andere Kamerleden het ook razend interessant vonden. Hartelijk dank. Hartelijk dank iedereen die gesproken heeft. Mensen die thuis gekeken hebben. En niet in de laatste plaats natuurlijk dank aan de Griffie en de ondersteuning die het geholpen hebben om dit zo mogelijk te maken. En dan sluit ik de vergadering. Dank u wel.